Hi, Mark Zuckerberg here. Thanks Impact for inviting me to open this panel, Fair Tech Futures. I'm happy that here in the States, politicians don't care too much about what we are doing. And why would they? After all, at Meta, we are just interested in bringing the world closer together and helping you to connect and share with other people. Well, let's see what these politicians have to say. The moderator will introduce them further to you. I hope you will enjoy the panel. Daar mag best een applaus voor komen hoor. Welkom allemaal op het Impact Festival 2023 bij Fair Tech Futures en het Digitaal Stembusakkoord. Welkom hier in de zaal, maar uiteraard ook welkom aan iedereen die via de livestream met ons meekijkt vandaag. Met de parlementsverkiezingen van 22 november in het vooruitzicht gaan we vandaag in gesprek, of in debat kan ik ook zeggen, met politici over de meest urgente kwesties rond onze digitale rechten. Want politici zijn degene die betere wetgeving zouden moeten ontwikkelen om online platforms te dwingen zich ethischer te gedragen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat onze data worden beschermd en dat techbedrijven op onze voorwaarden gaan werken. En als het gaat om de manier waarop overheden zelf digitale technologieën gebruiken, dan zouden onze politici ook misschien wel meer belang moeten hechten aan de belangen van het volk. Meer ook dan aan efficiëntie. Voor dit panel hebben we dan ook een aantal politici uitgenodigd om hun standpunt duidelijk te maken, maar ook om kleur te bekennen. We vragen hen, hoe gaat u ervoor zorgen dat onze digitale toekomst eerlijk en inclusief zal zijn. Mijn naam is Hasna Elmaroudi, ik ben journalist en vandaag aan mij de eer om het programma te leiden. Maar voordat ik alle politici aan tafel uitnodig, wil ik graag Arjon Dunnewind naar voren roepen. Hij is directeur van Impact. Graag een warm applaus voor Arjon. Ja, hallo, super. Welkom, fijn dat jullie allemaal zijn. Hasna, bedankt. Ik wil even kort iets vertellen eigenlijk over wat de origine van dit festival is van dit jaar. Our terms, our conditions. Nou, simpelweg, we willen graag technologie kunnen gebruiken op onze voorwaarden die ook samen met onze politici bepaald worden. Met een achtneming van alle ethische waarden die voor ons belangrijk zijn. Dat is een beetje de grondslag van dit festival. En het festival bouwt voort op een project dat we 3 jaar geleden zijn begonnen met partners in België en Duitsland. Dat heet CODE. CODE staat voor het ontwikkelen van een Code of Digital Ethics, zou je kunnen zeggen. En we hebben nu 3 jaar lang met heel veel kunstenaars projecten gemaakt. En ook vaak die projecten weer gedeeld met politici. En de meeste politici hier achter aan tafel hebben al eerder gesprekken meegevoerd over wat zij kunnen doen voor ons om middels wetgeving onze digitale realiteit ethischer te maken. Te zorgen dat onze data niet gebruikt worden op manieren waar we het niet mee eens zijn. Te zorgen dat er programmatuur, software, platforms ontwikkeld worden die op onze voorwaarden functioneren en waar we ons prettig bij voelen. Dat is het project CODE. Ik ben heel blij dat jullie hier allemaal zijn en ik verheug me op de discussie. Eigenlijk over de hele breedte van het politieke spectrum met de gasten die hier aanwezig zijn over hoe jullie onze digitale toekomst zien. Super bedankt en ik verheug me erop. Dankjewel Arjon. In het eerste deel van deze avond gaan we dus in debat met de politici. Maar in het tweede deel van de avond vindt het digitale stembusakkoord plaats. En ook de ondertekening daarvan. Om de politiek te stimuleren om tot oplossingen te komen voor de verschillende maatschappelijke problemen waar wij voor staan, hebben Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Public Spaces, Setup en Waag in samenwerking met Impact Festival het initiatief genomen om tot een stembusakkoord te komen. In het akkoord staan 9 verschillende punten. Straks zullen zij hier aan tafel uitleggen wat deze punten min of meer zijn en kunnen we iets dieper duiken in de materie. Tot zover dan het programma van vandaag. Ik wil de gasten voor het eerste deel graag naar voren roepen en dan gaan we fijn van start. Allereerst een warm applaus voor Lisa van Ginneken van D66. Marieke Koekoek van Volt. Renske Leijten hier vanavond namens de SP. Houder Rahimi van de VVD.
En last but not least, Jesse Sixdijkstra van NSC. Zo, welkom allemaal. Dit is niet jullie eerste debat, toch? Wel? Ja. Oh, je zou denken, het is al bijna de 22e. Jullie zijn al volop bezig. Nou, fijn dat jullie hier vanavond in ieder geval aanwezig zijn dan bij jullie eerste debat om het te gaan hebben over onze digitale toekomst. Om direct maar gelijk met de deur in huis te vallen, Houder, laat ik bij jou beginnen. Als we het hebben over de toekomst, wat zien jullie of wat zie jij als de grootste bedreiging of uitdaging als het gaat om een eerlijke en een inclusieve digitale samenleving? Fijn als niet zijn. Het is mijn eerste debat. Ik heb wel andere dingen gedaan, bezoeken en zo. Maar er stond net, Lisa zei tegen mij, je naam staat goed. Of dat zei Renske. Maar er stond VDD. Dat vond ik wel mooi. Partij voor Digitale Democratie. Is dat ook zo? Voor mij persoonlijk is het gewoon wel heel belangrijk dat genoeg kennis en kunde is om besluiten te nemen. Mm-hmm. En als je het hebt over de politiek, hè, daar betrek ik mij even op, en daarom zit ik ook in de Kamer, is als wij besluiten nemen dat we weten waar we het over hebben. En dat is niet alleen maar kennis over de bits en de bytes, maar ook ethische vraagstukken. Ga je nou wel bouwen voor Saddam Hussein qua software of niet? Ik heb een soort link met Saddam Hussein, dat is ander van. Maar dat zijn hele belangrijke dingen. En als je die kennis niet hebt, dan ben je wel een soort... als een gek aan het doorrammen. En voor je het weet heb je hele verkeerde technieken, software, die rampzalige, niet inclusieve gevolgen hebben. Ja, dus als we het hebben over wat zijn dan die grote uitdagingen, dan is het een gebrek aan kennis misschien wel al? Of? Ik probeer altijd alles klein te maken. Hè. Dus ik ben ook niet zo heel veel in de media of al die dingen. Laatst was er iets over top-level domeinnamen. Toen had ik bedacht, top-level domeinnaam.nld. En dan zegt de staatsgraaf, dat zou ik graag willen. Want dan weet iedereen, die zit op een overheidswebsite. En niet op een andere website die een lookalike is, van RDW, waarbij je 20 keer zoveel betaalt. Mm-hmm. Ja, en dan het eerste antwoord was, en dat kan je me voorstellen, is technisch niet mogelijk. Dan zeg je, ja sorry, the wrong IT sheriff in town, het is technisch wel mogelijk. Dat kan alleen maar als je op dat moment die parate kennis hebt. Mm-hmm. Dus, nou, en dat bleek ook. Maar dat kan je niet, dus als je die kennis niet hebt als Kamerlid, dan kan je daar niet meteen op reageren en acteren. Mm-hmm. Dat is even op technisch vlak. Ja, nou ja, op technisch vlak dan, maar ik hoor wel weer in jouw antwoord hetzelfde terugkomen, dat een gebrek aan kennis of dus dat soms een probleem kan zijn als we het dan hebben over bijvoorbeeld nieuwe dingen ontwikkelen of ideeën verder uitwerken. Renske, als ik naar jou toe mag, hoe kijk jij daar tegenaan? Toegang en ook dus ook democratische besluitvorming, maar ook je met beleid bemoeien, begint bij dat het voor iedereen is. En ik vergelijk het eigenlijk altijd met, ik hoef geen chirurg te zijn om te vinden dat jij een toegang hebt tot gezondheidszorg. Hè, dat is namelijk een ethische norm die we hebben, een mensenrecht. En als het gaat over de mensenrechten als privacy, toegang tot kennis, het ook mee kunnen doen, dan denk ik dat als het gaat over de digitale ontwikkeling, los van het feit dat die natuurlijk technisch is, maar dat die voor heel veel mensen niet wordt ervaren als iets, daar kan ik iets aan doen. Mm-hmm. En als mensen niet het idee hebben dat ze iets aan kunnen doen, nemen ze ook niet deel. En ik denk dat dat uiteindelijk de grootste bedreiging is. Dus het is, ik heb in de tijd dat ik in de Kamer woordvoerder was op digitale zaken, heb ik altijd geprobeerd om het juist in gewone mensentaal uit te leggen. Ja. En dan had ik het soms juist over praktische dingen als cookies, omdat mensen weten niet zo goed waarvoor dat is. Klinkt ook zo lief, hè, cookies. Zeker, klinkt misschien ja of nee, heel makkelijk of niet. Of waarom hebben we ze dan eigenlijk? Mm-hmm. Waarom doen we niet gewoon dat het niet mag? Ja, en die vraag die wordt eigenlijk al helemaal niet meer beantwoord, omdat je dan in de techniek zit en dit en dat. En ik denk dat we het simpel moeten maken om mensen te kunnen betrekken en ook dus de normen te verhogen. Ja. En de tweede bedreiging is denk ik dat we gestuurd worden door wat kan
en niet door wat wij willen. Ja, precies. Ik wilde net vragen, zouden we dan misschien toch naar een soort omkering moeten in plaats van de techniek voorop? Ja. Toch meer kijken naar, oké, wat willen we nu eigenlijk als maatschappij, als samenleving, en dan daarna de techniek daar dan op toepassen? Ja, en die discussies die zijn nu in de Tweede Kamer echt goed gestart. Kijk ook naar mijn twee buurvrouwen, want ze zaten samen ook in de commissie. Mijn houden zit er ook in de commissie digitale zaken. Ik hoop dat die blijft, dat weet je nooit als er een nieuwe Tweede Kamer is. Ja. Het is echt van wezenlijk belang dat daar kennis, maar ook inzicht dus bij. Want de technische kennis is inderdaad heel erg belangrijk, maar het inzicht, hoe werkt het uit? Wie heeft er dan ook macht? Ja. Over wat heeft iemand macht? Dat is denk ik, dat mag echt nog wel flink omhoog. Ja. Jullie zitten allemaal flink te knikken. Jesse, hoe kijken jullie er tegenaan? Ik ben het grotendeels wel eens met wat Renske hier zegt. Ik denk dat we de afgelopen tijd, in elk geval sinds de digitale revolutie, te reactief zijn geweest, ook als Nederland. En hoe bedoel je? Op meerdere vlakken. Nou, we hebben best wel veel uit handen gegeven. Ook naar grote spelers uit Silicon Valley. En we hebben Silicon Valley te veel laten bepalen hoe Nederland er digitaal uitziet. Mm-hmm. Daar hebben we nu hele grote afhankelijkheden gecreëerd. Bijvoorbeeld als je het hebt over de cloud-migratie, cloud-infrastructuur van Amerikaanse en Chinese partijen. Als het gaat om software as a service. Mm-hmm. Als het gaat om social media platforms, hebben we heel vaak gedacht, het is makkelijk om het gewoon te outsourcen naar het buitenland, want die weten het allemaal wel. Als Nederland zijn we best wel sterk op technologisch vlak. We hebben een heel goed ecosysteem voor kwantumtechnologie, voor fotonica, halfgeleiders. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben we hier het laten liggen. En ik denk nu met de AI-revolutie die in opkomst is, laten we hier ook gewoon lekker onze kans pakken. En laten we inderdaad, zoals Renske ook zegt, het digitale ecosysteem vormgeven aan onze normen en waarden. Mm-hmm. En het niet door ons laten gebeuren door marktpartijen die het maar even gaan bepalen. Ja, mooi. We gaan het straks zeker nog verder hebben over de internationale rol als het gaat om de digitalisering. Sowieso, wanneer we het hebben over de digitale technologieën, kunnen we het over verschillende aspecten hebben. We kunnen het hebben over de gebruikers. En alle gebruikers zijn natuurlijk ook vrij divers en vrij breed. Maar laten we beginnen bij de overheid als gebruiker zelf. Als de overheid die zelf ook digitale technologieën toepast. Renske, in een eerder interview zei jij hierover het volgende. Als het gaat over toezicht, voorspellende waarden vanuit de overheid, denk ik, je kan er beter mee stoppen op dit moment. Omdat systemen die op verkeerde premissen zijn gebouwd en met de verkeerde data zijn geladen, met een waarheidsgehalte worden gebruikt wat eng is. Ik denk dat het slim is om nu eigenlijk gewoon te zeggen, leg alle algoritmische besluitvorming binnen de overheid, zowel landelijk als lokaal, stil. Nu kom ik uit Rotterdam, dus ik heb daar zelf aardig wat ideeën over. Maar ik wil graag weten wat jullie hiervan vinden. Lisa, om dan bij jou te beginnen. Is het noodzakelijk dat de Nederlandse overheden het gebruik van algoritmes tijdelijk opschorten, omdat er onvoldoende inzicht is in de werking van deze algoritmes? Nou, als je hem zo generiek formuleert, zeg ik nee, dat is niet nodig. Het citaat van Renske was iets specifieker. Maar als je hem zo algemeen formuleert, denk ik nee. Er zijn ontzettend veel nuttige algoritmes op allerlei vlakken waar de overheid op een hele efficiënte en adequate manier haar werk kan doen. Als je te hard rijdt en je wordt geflitst, dan gaat een systeem je kenteken herkennen. Die gaat het koppelen aan je adres en de boete komt op de mat. Daar zijn algoritmes voor nodig om dat zo gestroomlijnd te laten lopen. Dus dat hoeven we zeker niet stop te zetten. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat die algoritmes die een grote impact op mensen hebben, en volgens mij doelde Renske daar ook op met dit citaat, dat het essentieel is dat we daarvan snappen hoe ze werken, op basis van welke data ze getraind zijn en welke vooroordelen er misschien in die data zitten en of we dat eigenlijk wel oké vinden. En of er een mensenrechtentoets is uitgevoerd, een van de dingen waar D66 zich heel sterk voor heeft gemaakt de afgelopen jaren. Dat we ook echt weten dat dat algoritme alle fundamentele mensenrechten die in de normale wereld gelden, ook in de digitale wereld moeten gelden, dat die ook allemaal door dat algoritme gerespecteerd worden. En als je dat vaststelt en je maakt het ook transparant, dan kan iedereen meekijken met of de overheid haar werk wel zo zorgvuldig doet. Ja. Maar je ziet ook dat het met heel veel algoritmes, je noemde net een voorbeeld over Rotterdam, de toeslagenaffaire kunnen we noemen,
dat het in al die gevallen niet aan al die voorwaarden voldaan heeft die ik net noemde. En ja, dan ben ik het met Renske eens. We moeten echt als overheid, we moeten de overheid echt dwingen vanuit de Kamer om dit beter te doen. Mm-hmm. Zodat je ook de waarde van die technologie zo kunt benutten zonder dat je mensen en hun fundamentele rechten geweld aan doet. Ja, want je zegt heel terecht, denk ik, we moeten weten ook wat er precies in die algoritmes zit, op basis van welke data. Ja. Maar wie is die we? Is dat de Tweede Kamer? Is dat heel Nederland? Nou ja, ik zou zeggen in principe heel Nederland. Maar dat moet je ook wel even uitleggen, denk ik. Hè? Want als je transparant wil maken hoe een algoritme werkt, wordt het ook best wel misschien wel technisch en ingewikkeld of abstract. Maar wat je wil is dat wetenschappers, experts uit het bedrijfsleven, journalisten, kamerleden en elke burger die dat maar wil, kan nagaan hoe algoritmes werken, welke keuzes erachter liggen, et cetera, et cetera. Ik denk dat het zo transparant moet zijn in een algoritmeregister dat iedereen die dat wil en die ook misschien zich daartoe wil zetten om die complexe materie die het soms wel zal zijn, tot zich te nemen, dat hij dat kan doen. En dan controleren we met de hele samenleving of de overheid het wel goed doet. Dus gezamenlijke verantwoordelijkheid, denk ik. Ja, Marieke, heb je enig idee waarom dat niet al het geval is? Waarom het nu niet... Waarom het nog niet zo transparant is? Ik denk met name, volgens mij... Doe je een klein beetje naar voren. En waarom het nog niet zo transparant is? Ik denk met name omdat, wat de collega's al zeiden, het wordt gezien als iets heel technisch. En op het moment dat je het ziet als heel technisch, dan kan je ook een beetje afhaken, ook als beleidsmaker. Dat je denkt, nou ja, het zal wel goed komen. Fingers crossed. En nu hebben we gezien dat het mis kan gaan. En nu zitten we er veel meer bovenop. Dus dat is op zich goed. Mm-hmm. Maar transparant maken is één ding. Ik denk dat we ook inderdaad moeten nadenken over waarom je het... waarvoor je het inzet. Dus dat je bijvoorbeeld niet meer zou inzetten voor fraudedetectie. Waarom niet? Omdat daar een consequentie aan verbonden is. Ik denk dat je er ook op die manier over moet nadenken. Dus... Ja, maar goed, een bekeuring is ook een consequentie. Nou ja, ik moest ook lachen toen je het zei. Omdat het is inderdaad een consequentie. Maar het voordeel van een bekeuring is wel... Je krijgt hem op de mat en dan kan je... Ja, sorry. Oké, je moet gewoon aan de niet te hard rijden. Oké, los daarvan. Het voordeel in die zin van een bekeuring is... je krijgt hem zelf op de mat. En je kan ook zelf actie ondernemen. Je kan het zelf controleren. En ik denk dat daar het probleem zit met dingen die ingewikkeld en technisch zijn. Dus een algoritmeregister ben ik ook voor. Dat moet verplicht worden wat mij betreft. Maar daarna heb je nog steeds dat je moeilijk als individu bezwaar kan maken. En op het moment dat je bij wijze van spreken hier een boete op straat krijgt... Hè, en een agent zegt tegen je dat mag je niet doen... en dan heb je allerlei routes die je kan volgen om te zeggen... nou, dat mocht ik wel doen of je hebt het verkeerd gezien. Of, Die grip hebben we niet in de digitale wereld. En ik denk dat dat wel een probleem is. Want dan heb je eigenlijk een grondrecht wat je hebt in de fysieke wereld... heb je laten verwateren... door een digitale wereld die te technisch is. Ja, helder. Ja, een van de zaken die ik ook wel eens tegen ben gekomen in de kranten... is dat op het moment dat we de algoritmes bijvoorbeeld niet meer gebruiken... fraudebestrijding bijvoorbeeld, dat dan toch weer ingewikkelder wordt... en nou, het levert ook alweer heel veel op. Nou, als ik even mag zeggen, het oplossen van toeslagenschandaal... kost ons inmiddels 7 miljard, dat is totaal krankjoren. Binnen de Belastingdienst werken ze nog met heel veel algoritmes... er zijn er verschillende nu gedetecteerd van, dat kunnen niet. Dus we gingen een nieuw fraudealgoritme opzetten, hè, voor de selectie. En die kwam gewoon niet door die mensenrechten toets heen. Dus als wij niet weten, kunnen we niet controleren, kunnen we ook niet ingrijpen. En ik bedoel met wij, bedoel ik inderdaad, samenlevingsjournalisten, kamerleden, die kunnen agenderen. We hebben onderzoek gedaan naar de vervuilde data binnen de overheid. Omdat natuurlijk die toeslagendata waarin mensen fraudeur werden gemaakt... gedeeld zijn met heel veel instellingen. Mm-hmm. Het is echt angstig als je dat allemaal ziet, die opsomming waarmee dat gedeeld is. Gemeente, jeugdzorg, de hele woningbouwcoöperaties, verzekeraars, nou, noem maar op. En moesten we per ministerie, werd er onderzocht van heb je die data, ruim ze dan op en wat zit er nog meer? Nou, de manier waarop dat is gegaan met trekken en duwen en het ene ministerie heel consciëntieus, het andere ministerie, nee hoor, hebben helemaal geen algoritme. Nou, het is echt gewoon flauwekul, weet je wel. Mm-hmm. Dus we hebben dat, als het besef wat wij dan hebben... moet ook die reflectie krijgen bij de beleidsmakers. Ja, en mag ik daar iets op aanvullen? Nou, ik wil eigenlijk Houder eerst horen, want die zat al nee te knikken. Nee, ik zat niet nee te knikken. Dit is heel goed inderdaad, die opruimen van de data, dat moet gebeuren. Hè. Dat is een debat die niet altijd sexy klonk, maar die echt belangrijk is, motie 21. Hè. Mm-hmm. Dat is één. Twee, we hebben een algoritmeregister. Mm-hmm. Alleen... Toen ik deze portefeuille kreeg, stond er 109 op.
Ja. En ik probeer er wekelijks op te kijken. En hoeveel zit er nu op? Het schiet niet op. Ja. Hoeveel zijn het er nu? Ja, dan moet ik even mijn telefoon pakken. Het is iets van 130, denk ik, of zoiets. Anders pin je me daar niet op vast. Maar het gaat te traag. Ja. Dus we hebben heel herhaaldelijk verschillende partijen gezegd, ga er nou achteraan. En volgens mij is het ook de bedoeling dat die in 2024 wel gevuld is. Verplicht. Maar dan ook verplicht, hè? Maar dan ook gemeente. Dus dit gaat al gebeuren. Dus dat is ook goed. Maar ik heb ook gekeken naar elk algoritme. En dan zie ik bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam. Oh, de parameters staan niet goed. Hé, wacht even, dit klopt ook niet. Ze moeten wel valide zijn. En dan is het belangrijk dat maatschappelijke actoren, want Jan, Pete, Kees of Houder, die gaan niet elke dag kijken, nou, ik dan wel, van hoe zit het en hoe werkt het. Maar maatschappelijke actoren zoals Pits of Freedom of andere organisaties kunnen dan kijken, hey, wacht even, maar dit hoort helemaal niet. En dan kunnen ze aan de bel trekken. En dan vind ik ook weer dat wel als Kamer. En dan weten we het wel. Mm-hmm. Maar dan moet het wel eerst inzichtelijk. Ja, maar het is dus nog niet verplicht om daar... Nee, maar het komt er wel aan. Dus, en dan, ja, dan is het wel goed om weg te lopen. Ja, het moet natuurlijk gewoon verplicht worden. Ja. Gas erop. Maar wat belangrijk is, want er worden verstandige dingen gezegd over... we moeten meer transparantie krijgen, meer helderheid over die data... en die vervuiling die moet opgelost worden... Allemaal ontzettend belangrijk, maar het is maar een deel van het verhaal. Want het begint ook met de vraag, welke ethische keuze maak je nou? Waarom wil je nou zo dicht op de bal zitten als het gaat om het bestrijden van fraude in de wetenschap, dat je heel veel onschuldige mensen raakt? Kun je nou niet als overheid zeggen, mensen mogen vergissingen maken en mensen krijgen dus ook iets meer vertrouwen? En dat hele ethische stuk van het inzetten van technologie zou veel centraler ook in het politieke debat mogen, wat mij betreft. Ja, er wordt vaak gesproken over wantrouwen naar de politiek toe, maar misschien dat het ook... Andersom dus. Ja, maar dan krijg je dus wel de volgende discussie die wij ook gevoerd hebben en waarin wij uiteenliepen. Dan gaan we het niet meer fraudebestrijding noemen, maar dienstverlening. Dus daarom gaan we dan nu een heel adressenbestand met vervuilde adressen noemen. Ja. Eerst doen en dan doen we het op dienstverlening. En dan worden de data aan elkaar gekoppeld en profielen gemaakt van mensen waarvan ik denk, doe het gewoon niet. Ja. Zorg dan als gemeente dat je weet waar mensen wonen. En als je je daar zorgen over maakt, dat je erop af kan. En zorg dan niet voor een online controle, maar een... Ga met ze in gesprek. Ja. Ja. Daar lopen wij volgens mij niet over uiteen. Dan gaan we nu door naar het volgende onderdeel. en dat is de eerste stelling van vanavond. Die wordt geponeerd door Marco Sluiter, Senior Political Affairs van Amnesty International. NCTV ging zijn boekje te buiten door veel data te verzamelen van burgers, activisten en politici. Het toeslagenschandaal is ontstaan doordat de Belastingdienst hoopte dat het met meer data fraudeurs eerder aan het licht zou komen. De politie checkt onrechtmatig demonstranten op hun ID. Dit zijn voorbeelden van een onstilbare datahonger bij de overheid. Die onstilbare datahonger. Jesse, herken je die? Ja. Ik denk dat dat oprecht een groot probleem is binnen de manier waarop de overheid omgaat met burgerdata. Op veel vlakken. Toeslagenschandaal is het meest schrijnende, die is net ook al uitgebreid besproken. Ik denk dat we echt op verschillende plekken in de Nederlandse overheid de bezem doorheen moeten halen. Als het gaat om de manier waarop we met burgers en met data omgaan. We hebben goede waarborgen, die moeten goed worden nageleefd. We handvatten, zoals de AVG en nog een aantal anderen. We hebben een algoritmeregister. En elke dienst heeft ook zijn wettelijk kader. We hebben meer checks en balances nodig om te zorgen dat men ook de boekje niet te buiten gaat. En te zorgen dat er goed onafhankelijk toezicht is. Dat niet elk dienst uiteindelijk uitgaat van een grote datahonger. Ja. Nou, om terug te komen op het gesprek van zojuist. Waarom is die datahonger er überhaupt? Waarom is die ook zo lastig in bedwang te houden? Want ik denk dat dat de eerste stap zou moeten zijn, is toch de vraag stellen. Ja. Ik ben 100 jaar geleden begonnen aan een carrière in de ICT. Ik heb 15 jaar in de ICT gewerkt en daar viel me al op hoe sterk het heilige geloof in de technologie is. En daar heeft de overheid ook last van. We hebben een maatschappelijk probleem, we gooien daar technologie tegenaan en dan lossen we het op. En tegenwoordig betekent dat we gaan heel veel data verzamelen. Dat betekent het in het hoofd van de overheid. En dat is echt een verkeerd uitgangspunt, want je moet centraal stellen, wat is het probleem? En wat betekent het als ik data van burgers ga verzamelen? En staat dat wel met elkaar in verhouding? En die discussie over die verhouding, hè, dus onderdeel van die ethische discussie, die moeten we veel vaker voeren. En als ik dan zie dat inderdaad de NCTV
derde inlichtingendienst ging spelen en allemaal data ging verzamelen en analyses ging doen en daarmee onschuldige burgers verdacht ging maken, met ook gevolgen voor die mensen, dan ben je verkeerd bezig. Want we hebben al een inlichtingendienst en dat is ook wat jij zegt, Jesse, daar zijn hele strikte regels voor waar langs zij moeten werken. En ja, dat een afdeling van het ministerie, want dat is het NCTV, dan zomaar besluit, oh, we gaan ook een heleboel data verzamelen. Dat slaat echt nergens op. Dus ik ben ook heel blij dat wij als Kamer, hè, ik heb me daar zelf veel kwaad over gemaakt, ook Hanneke van der Werf, mijn collega van die Justitie en Veiligheid doet, vanuit die invalshoek ervoor gezorgd dat die hele analysefunctie, burgers volgen, dat die verdwijnt. En dat de NCTV gewoon doet, waar die C ook voor staat, coördineren. Mm-hmm. En dan ben je rolvast en dan is het helemaal ook niet nodig om digitale rechten van burgers met voeten te treden. Want er zijn andere wetten, andere partijen voor die dat heel gecontroleerd met goed toezicht doen. Dus die attitude bij de overheid moet echt veranderen, dat data alles maar oplost. Ja, Marieke, hoe kijken jullie bij Folter tegenaan? Nou, vergelijkbaar waar ik nog aan zat te denken is, los van dat de houding inderdaad anders moet, ik denk dat we vaak ook onderschatten dat data is niet per definitie veilig, zeg maar. Dus het voelt, als je een stukje gegevens hebt van iemand, bijvoorbeeld je weet dat ik vrouw ben, nou, fijn. Maar als je vervolgens weet dat ik vrouw ben en in Utrecht woont en je koppelt die data aan elkaar, dan weet je al wat meer over mij en dan ga je op een gegeven moment een profiel schetsen. En dat ging er in mijn optiek fout bij de NCTV. Dat je dus een profiel krijgt waarvan de NCTV zei, wij doen er niks mee. Maar goed, je geeft het wel verder aan instanties die er wel iets mee doen met handelingsbevoegdheid. En wat ook misging is dat je data dus niet altijd ziet hoe gevaarlijk het is. Dus de NCTV zei, we kijken alleen openbare data. Ja, maar hoe openbaar is dat? Dat is niet de krant, dat is niet de telefoongids. Dat gaat wat verder dan dat. Dus ik denk dat het daar ook wel vaak misgaat, dat we niet zien hoe gevaarlijk data kan zijn en dat we te snel denken, ach ja, dan hebben we die informatie maar. Wie weet hebben we hem een keer nodig en wie weet dekken we een bepaald risico af. En dat is, denk ik, wat jij net ook heel terecht zei, bij fraudebestrijding, het kost zoveel als we mensen niet zien. Mm-hmm. Het kost ontzettend veel als je ze wel ziet, maar op de verkeerde manier. En dat gaat bij het verzamelen van data vaak mis. En ik denk dat de overheid nationaal en lokaal dat nog niet altijd goed doet. Ja, helder. Er is niet alleen vast vertrouwen in de onafhankelijkheid van data, wat natuurlijk voor iedereen die er een beetje induikt, weet je dat dat toch niet zo is en kan zijn, en hoeft te zijn. Er wordt gedacht dat het efficiënt is, maar ook hier stuurt wat kan het beleid. En je ziet het overigens ook in onze internationale wereld. Hè. De meeste missies die wij in het buitenland hebben gedaan waren ook gewoon dataverzamelmissies. Hè. Kun je een voorbeeld geven over hier stuurt wat kan het beleid? Nou, het ministerie van Defensie had het LIMSI. Dat is ook een groot debat geweest. Dat is een soort van NCTV-ontsporing. Maar die heeft ook in de coronatijd mensen geprofileerd en gevolgd. En die deed dat op de manier zoals dat gebeurt bij buitenlandse missies. Want dan, die kennis hebben we. Dus we doen dat in het buitenland ook. Dus we doen het hier ook. En dan wordt dus het gestuurd door wat kan. En dat is eigenlijk bij de NCTV ook gedaan. Maar niet met wat mag. Mm-hmm. En wat wenselijk is. Wat juridisch kader is. Dus die verbinding ook tussen technologie, ICT, digitale wereld en ethiek. Ja, die moeten we echt hoog op de agenda zetten. Ja. En die checks en balances, ja, weet je, wat ik echt heel treurig vind, is dat we hebben een autoriteit persoonsgegevens, college ter bescherming gegevens, hoe was het daarvoor, maar die hebben gewoon altijd, die brengen altijd hele goede gedegen adviezen uit bij wetsvoorstellen met een digitale kant, die zeggen eigenlijk altijd, doe het niet, let op. En dan? De Kamer leest het niet eens. De regering gaat er niet eens op in. Dat is echt heel zorgelijk hoor. Ik kan meerdere wetten aanwijzen. En dat gaat ook terug tot het elektronisch patiëntendossier. Dat iedere wetenschapper, maar ook instituten voor de checks en balances zeiden, doen het niet. En dan zit de Tweede Kamer toch voor te stemmen. Dus en ook waarom, dat is belangrijk. Dat daar die kennis ook komt. En waarom stemt de Kamer dan toch voor houden? Heb jij daar enig idee van? Want ik bedoel, op het moment dat er overtuigend bewijs is dat het niet mag? Ja, kijk, ik ben wel een van de Kamerleden die heel veel dingen leest. En in debatten hoor ik soms collega's zeggen, ja, en wilt u de politie meenemen? Ik zeg, ja, dan moet je het rapport wel lezen, want de politie wordt al meegenomen. Dus het klopt dat sommige Kamerleden niet lezen. Word ik ook heel boos om. Ik vind wel, kijk, er stonden een aantal dingen net, hè. En het wordt wel alles op een hoop gegooid. Hè? Dus ik vind wel
data verzamelen. Als ik denk aan overheid en data, moet ik altijd denken aan de Albert Heijn. Dat is heel gek, maar die reclames van hamsteren, dat klopt wel. Hè, want dan heb je het alvast. En mannen zijn daar supergoed in. Met spullen, dan heb ik het alvast, want ooit heb je het nodig. En met data hetzelfde geval. Gemeentelijk, provinciaal. Kijk, toen ik mijn IT-bedrijf had, had ik gewoon een programmaatje Spacemonger. En die liet me zien, wow, allemaal veel te veel dingen. En ik zei voor een grap wel eens in de kamer, moet een soort technologie inzetten om Spacemonger te hebben, zodat je data weghaalt. Want wat mevrouw Koekoek net zei, is data blijft, dan komt er nog een stuk data bij. Dat wordt gecombineerd en opeens wordt het een nieuwe feit, nieuwe waarheid. En dat is eng. Mm-hmm. En als instanties dan gaan dingen doen met die attributen waar eigenlijk niemand wat van weet, dan pas kom je in een domein waarbij vrijheden beperkt van iemand zonder dat iemand het doorheeft. Maar daar zijn we al zo ver gegaan. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, soms vragen wij zelf. Kijk, ik zit nu pas 656 dagen in de Kamer. De mensen hier weten wel, ik tel ze. Elke dag probeer iets te fixen. Ja, maar dat is echt zo. En ik vind wel gewoon dat we... nou ben ik daardoor weer mijn verhaal kwijt. Wel heel mooi dat je zegt pas 656 dagen. Nee, maar het is, ik vind het wel goed dat we gewoon goed kijken dat als de data, als je data verzamelt als overheid of instantie, dat je gewoon een binding moet hebben. Dit is hiervoor en niet... Ja, dat is hiervoor en dan is dat duidelijk en dat is inzichtelijk gemaakt en anders moet je dat niet hebben. Ja, dat is heel kort dan. Maar zouden we niet ook gewoon moeten zeggen of moeten kijken of dat lukt, hopelijk na de verkiezingen, dat je op het moment dat de autoriteit persoonsgegevens zegt, dit is disproportioneel, dit moet je niet doen, het is te veel data verzamelen, het is niet subsidiair meer, het is de doelbinding is weg. En altijd al van dat je termen dan zegt, waar je aan moet voldoen. Ja, hè, toch? Dat je, ja, proportioneel moet zijn, subsidiair, het moet kenbaar zijn. Mm-hmm. Dat je dan zegt, we doen het niet. Dat we gewoon met elkaar daar strikter in gaan zijn. Zouden we dat ook niet gewoon moeten doen? Kijk, dan kom ik terug. Ik vind overigens algoritmes en data, en dat vind ik een structureel probleem overigens. Dus niet incidenteel, weer een artikel van een... Maar zeg het ja of nee? Nee. Ik zeg nee. Want er zijn ook goede dingen die met data gebeuren. CIZ en SVB, die hebben ooit op een gegeven moment iets ontwikkeld. Sociaal Verzekeringsbank. Sorry, ja, zie je, dat krijg je al, hè, als je in de kamer zit. Sociaal Verzekeringsbank en Centrum voor Indicatiestelling. Dus stel je voor, je hebt een kind, die heeft een indicatiestelling, waardoor hij gewoon heel weinig kan. Die hebben met data en algoritmes ontdekt dat heel veel ouders niet weten. Ik denk dat als ik hier in de zaal vraag, heb je een kind met een indicatiestelling, dan mag je 2 keer een kinderbijslag. Ik gok dat bijna niemand dat hier weet. Mm-hmm. Maar daar kan je dus ook mensen helpen. Dat is ook met data en algoritmes. Ja, maar de vraag die rest gestelde ging ook niet over of je data mag gebruiken om mensen te helpen. Maar als de experts en de onafhankelijke toezichthouder vaststellen, dit moet je echt niet doen. Dit druist tegen alle digitale mensenrechten in. Zoals een fitty die ik met jullie minister van JNV heb over chat monitoring. Als alle experts zeggen, dit moet je niet doen. Het levert geen grotere bestrijding van de misdaad op, maar het druist wel in tegen alle fundamentele mensenrechten. Het is niet proportioneel, het is niet subsidiair, het is niet doelgebonden. Dan merk ik dus nu aan jouw antwoord dat je het eigenlijk met jullie minister eens bent, dat je dat gewoon naast je neer kunt leggen en toch doorgaan met je plan. Ja, een heel andere wending. Nou, dat was wel degelijk de vraag. Maar dat je dan meteen zegt dat ik het dan daarmee mee eens ben. Nee, omdat je niet Renske beaamt die zegt, als het niet aan die kwaliteitseisen voldoet, als het niet oké is qua digitale mensenrechten, moeten we dan niet zeggen, we doen het niet. Ik zeg, en ik noemde net ook het voorbeeld, dan doen we het dus niet. En jij zegt, nou, ik wil zover helemaal niet gaan. Ja, maar ik had de vraag net verkeerd begrepen over het feit dat alle algoritmes niet goed zijn, alle data, daar hebben we het vaak over. De vraag is nu... Daar vroeg ik op. Nee. Maar natuurlijk, als iets niet goed is en het blijkt dat er bepaalde dingen worden overschreden, dan is het natuurlijk niet goed, dan moet je het niet doen. Dus dan gaan we straks in de Tweede Kamer na de verkiezingen, wordt het heel duidelijk op het moment dat er wordt gezegd door de autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld, jongens, dit is echt een ontzettend slecht idee, dat moeten jullie niet doen om deze en deze en deze en deze reden, dan kijken we jou aan. Sorry, wacht even. Autoriteit persoonsgegevens of een andere instantie betekent niet dat is de volledige waarheid boven naar beneden gekomen. Dus dat betekent niet, er zijn namelijk verschillende toezichthouders in de media en je ziet altijd AP, super respectvol, maar er zijn ook andere onderdelen. Dus als één instantie zoiets zegt,
Oké, okay, één instantie niet, laten we zeggen vanaf drie. Nee. Laten we doorgaan naar de volgende. Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Maar de autoriteit is er voor, hè? Die moet bij wetgeving adviseren over juist deze mensenrechtenkant. Ja. Dus als je dat dan naast je neerlegt, dan ben je wel geïnformeerd. Laten we doorgaan naar het volgende domein. We hebben het nu gehad over de overheid die zelf de digitale technologieën gebruikt, maar de overheid is zelf ook regelgever voor Big Tech. Is het huidige beleid van de Europese Unie voldoende waar het gaat om het opstellen van regels waaraan big tech bedrijven uit bijvoorbeeld de VS en China zich moeten houden? Is dat huidige beleid van de EU voldoende, is dus de vraag. Nou, Jesse, jij begon er net zelf ook al over. Het is een goed begin. We zetten stappen in de goede richting. Ik denk dat het nog niet voldoende is als Nederland. En daarbij moet ik wel gelijk zeggen, dit gaat echt een ding van de lange adem worden. Het feit is dat voor heel veel oplossingen, of het nou hardware of software of infrastructuur of AI is, zijn er nog te weinig alternatieven van Nederlandse bodem. Mm-hmm. Dus dat maakt dat als je nu opeens de wet en regelgeving gaat aanpassen van alles moet van Nederlandse bodem komen of alles moet van Europese bodem komen, mm-hmm. heb je gewoon een hiaat. Want je bent best afhankelijk van partijen als Microsoft en Google. Ik denk wel dat het een stukje is regelgeving, echt de markt bijsturen. En ook een stukje goede industriepolitiek voeren. Mm-hmm. Om te zorgen dat we wel tot een ecosysteem komen waarin je daadwerkelijk wel goede spelers van Europese en het liefst Nederlandse bodem hebt. Die je kan gebruiken om de technologische leefomgeving verder te brengen. Maar is dat echt nog haalbaar? Ja. Nou kijk, het is heel defaitistisch om te zeggen nee, het is niet meer haalbaar. Want... kijk naar smartphones. Wanneer heeft iedereen een smartphone gekregen? De meeste mensen 10 jaar geleden pas. We hebben het idee alsof dit soort van een wet van mede en persen is in beton gegoten dat hoe het nu is dat altijd zo zal zijn. En nee, misschien niet 1 kabinetsperiode, maar het is wel een visie op de toekomst van oké, uiteindelijk willen we de afhankelijkheden van het buitenland afbouwen, vind ik. Mm-hmm. Omdat we gewoon heel erg kwetsbaar zijn als onze totale digitale infrastructuur, en daar gaat het heen met de cloudmigratie, nu afhankelijk maken van Microsoft, Google en Amazon. Mm-hmm. Dat zou echt heel kwalijk zijn. Ja. Marieke? Ja, ben ik eens. Ik vind het ook wel een mooi antwoord dat je zegt van we moeten ook in Europa investeren. We moeten eigenlijk een soort Europese Silicon Valley hebben. Daar zou ik voor zijn. Dat je niet alleen maar... beter dan. Ja, beter dan Silicon Valley, minder commercieel. Daar, veel vertrouwen in Europa. Ik heb er heel veel vertrouwen in, met name omdat wij een waardekader hebben waarbij ik wel echt verschil zie tussen bijvoorbeeld de VS. En daarmee heb ik ook wat meer vertrouwen dat op het moment dat je hier in Europa een Silicon Valley zou hebben, en die kan je echt als Nederland niet alleen, dat moet je echt met verschillende lidstaten doen, maar dat je hem dan ook de techniek vanaf nul zeg maar zo opbouwt dat je die ethische fouten niet meer kan maken. En volgens mij denk ik dat je terecht zei, zijn we er niet te laat mee? Ja, volgens mij voor algoritmes zijn we er wel te laat mee. Maar als je kijkt naar kunstmatige intelligentie, AI, dan denk ik dat we daar nog wel enigszins op, misschien zelfs vooruit zouden kunnen springen als we dat nu naar ons toe trekken. En dat moet ook, omdat juist daar zie je ook weer nog, volgens mij, de tienvoudig overtreffende trap als met algoritmes. Je kan enorme negatieve impact veroorzaken daardoor. Dus je moet het naar je toe trekken en achteraf reguleren. De Europese Unie doet nu zijn best en dat waardeer ik. En ik denk dat met de AVG en alle rechtszaken die eruit voortgekomen zijn, denk ik dat daar best wel even een deuk in een pakje boter geslagen is. Maar achteraf reguleren is gewoon accepteren dat er iets heel erg misgaat. Mm-hmm. En dat moet je niet meer doen. Daar hebben we nu te veel geleerd met elkaar. Ja, Lisa? Ik ben optimistisch van aard en ook hier optimistisch over. Ik ben het met Marieke eens. Als je kijkt dat we Big Tech heel lang alle ruimte hebben gegeven en op een gegeven moment zijn gaan reguleren, dat je dat liever eerder had willen doen, want het is achteraf altijd lastiger. Maar vergeet niet, Europa is echt leidend in de wereld als het gaat om sterkere regels, meer ethische kaders. De AVG, onze privacywetgeving die vanuit Europa is gekomen, die is in heel veel landen in de wereld, heeft die navolging gekregen. Wat we doen met het reguleren van grote platforms, wat we doen met het reguleren van AI op Europees niveau, is hartstikke goed. Het moet ook op Europees niveau, omdat je dan ook impact maakt en die grote commerciële bedrijven uit Silicon Valley ook echt kunt beïnvloeden. Mag het vlotter? Ja. Mag het met meer haar op de tanden? Ja. Maar daar zijn we bij en ik vind dat
wij vanuit de Kamer ook onze invloed op die manier moeten inzetten. Je ziet nu dat Eurocommissaris Breton heeft al waarschuwingsbrieven gestuurd naar grote techbedrijven. En die heeft in zijn achterzak de mogelijkheid om boetes te gaan opleggen als zij zich niet aanpassen. Ik vind dat we ook nog een stapje verder moeten gaan, hè, in de escalatieladder. Dat je ook uiteindelijk moet kunnen zeggen, joh, als jij als Meta of als X of als Microsoft zaken wil doen in Europa en je platform aan onze gebruikers wil aanbieden, dan moet je je niet alleen aan de regels houden, niet alleen de boetes betalen, maar moeten we ook uiteindelijk kunnen ingrijpen in je bedrijfsstructuur. Dan moeten we ook kunnen zeggen, je bent te groot, pas je aan, anders gaan we ook op die manier nog ingrijpen. Ja. Dus ik denk dat het reguleren echt kan. En daarnaast moeten we volop inzetten op inderdaad investeren in Europese alternatieven. Een derde van het EU-budget gaat naar landbouwbeleid. Wat mij betreft blijven we een deel van die subsidies inzetten voor een circulaire landbouw. Maar een deel kan misschien ook wel gewoon investeren in Europese tech. Ik hoor jou net heel hard zuchten, Renske. Dat doet ze vaker. Ja. Nou ja, zeg maar aansluitend ook wel om je wel even een voorzetje te geven. Ik hoorde van jullie beiden ook Europa, Europa, Europa. Ik ben ook wel benieuwd naar wat kan Nederland nationaal, wat kan de politiek vanuit hier? Nou kijk, ik vind het Europees samenwerken hierop prima. Alleen je mag je er niet achter verschuilen dat je dus zelf dan niet nog iets doet. Dus ik zou er erg voor zijn dat landen zelf ook goed digitaal beleid ontwikkelen. En ik heb de afgelopen jaren te veel gehoord, we wachten op Europa. Mm-hmm. En dat vind ik zorgelijk. Want we weten ook hoe beleid in Europa tot stand komt en welke lobbydeuren daar enorm openstaan. Dus dat is niet altijd de panacee. Ik vind wel de richting dat we meer eigenaarschap moeten hebben, zeggenschap moeten hebben, vind ik goed. Ik zou ook erg voor zijn dat we een goed toetsingskader ontwikkelen voor nieuwe technologieën die we toelaten. Dus het is er al en dan gaan we zeggen dat het niet kan, maar dat je een soort van toelating krijgt. Ik heb het wel eens vergeleken met bijvoorbeeld medicijnen. In de ontwikkeling van medicijnen en het testen ervan zijn ze al veel verder dan wat er gewoon gebruikt en vergoed en noem allemaal op wordt. Gaan landen heel verschillend mee om ook. Terwijl er ook een Europese medicijnautoriteit is. Dat is enerzijds een markt, maar anderzijds ook grote nationale competentie. En ik zou dat dus zeker op digitaal beleid niet uitsluiten. Want soms wil je gewoon verder gaan. Of zul je zeggen, deze doelgroep willen we beschermen. Dus of op bepaalde technologie bijvoorbeeld die in de klas wordt gebruikt. Is in Nederland echt heel veel verder doorgeschoten wat mij betreft dan andere landen. Omdat die gewoon gezegd hebben, ja, we willen niet dat dat op zo'n jonge leeftijd al in de levens van de kinderen komt. Dus dat is wat ik daar eigenlijk op aan te vullen heb. Dus goed als je samenwerkt, goed om kaders voor de grote jongens te maken, maar durf ook klein, lokaal, regionaal te denken, bij wijze van spreken, om alternatieven te formuleren ten opzichte van groot. En ik zou dus erg voor zo'n soort van toelatingsbeleid zijn voor nieuwe technologieën. En dan kan er wel heel veel zijn, maar dan is bijvoorbeeld niet die automatische toepassing in ieder telefoontje of in iedereen. Weet je, dus dat je dat je daarin ook die ethiek eigenlijk gaat vragen van, ja, als je toegelaten wordt of als jij dat ontwikkelt, zeker voor een overheid, dan zijn dat voor ons de minimale standaarden waar je op moet voldoen. En anders mag je het wel ontwikkelen en mag je er misschien wel mee klooien, maar mag het niet voor algemeen gebruik op de markt gegooid worden. En het lijkt mij slim om dan te kijken naar medicijnenontwikkeling, omdat we dat internationaal eigenlijk ook echt goed met elkaar hebben afgesproken. Mm-hmm. En we weten ook wat er gebeurt als je medicijnen de markt opslingert. Kijk naar de enorme verslavingsepidemie die er in de VS is. Ja. Het gaat over antidepressiva, die dat eigenlijk niet zijn. Wat er gebeurt als je dat niet reguleert. Dus ik zou daarvoor wel voor zijn en het liefst zoveel mogelijk Europees samenwerken, maar wel nationaal blijven nadenken. Ja, we roepen trouwens de autoriteiten ook op, hè, want die werken ook heel goed met elkaar samen. Die hebben een heel interessant Europees netwerk en die roepen daar ook toe op. Van zoveel mogelijk samen, maar blijf ook nationaal altijd kijken, want iedere overheid heeft ook ander digitaal beleid. Ja. Ik ben het helemaal eens, hè, dat je ook nationaal met regels nog aanvullend kunt sturen of je tech wel het goede doet voor onze samenleving, maar daaraan toevoegend, je hebt als overheid ben je ook een afnemer.
ja, van digitale technologie. En die rol kun je ook heel erg sturen. Ja. Er is nu ook een discussie met Meta, het moederbedrijf van Facebook. Want onze overheid gebruikt Facebook als communicatiekanaal. Maar Facebook houdt zich natuurlijk niet aan alle regels rondom de privacy en het verzamelen van data. Nee, god, en alles wat er op X of Twitter of hoe het tegenwoordig exact ook heet. En dan kun je dus ook als overheid, en dat heeft Alexandra van Huffelen ook gedaan. Die heeft gezegd van, we willen heel graag Facebook blijven gebruiken. Maar dan moeten jullie wel die dingen aanpassen. Ja, helder. Nou, die discussie loopt nog, maar die rol heb je als overheid ook. Ja, we gaan die discussie zeker volgen, maar laten we voor nu naar de tweede stelling van de avond gaan. En dat is, om big tech aan te pakken, moeten we de Europese tech-industrie meer financiële steun geven. Meer financiële steun. Ofwel, de politiek moet zorgen dat mensen meer mogelijkheden hebben om voor technologie te kiezen die voldoet aan hun eigen normen en waarden. Daarom is het noodzakelijk dat de Europese tech-industrie zich beter kan ontwikkelen en producten kan ontwikkelen die voldoen aan Europese wetgeving. De Europese Unie moet hiertoe de Europese tech-industrie meer financiële steun geven. En daarbij niet alleen economische, maar ook ethische criteria hanteren. Dat sluit dus een beetje aan bij wat jij net zei. Houder, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, ik denk dat het ontzettend goed is. Alleen, kijk, ik heb een IT-bedrijf gehad. Ik weet wel dat alleen maar even geld geven en dat het morgen er is, dat is het niet. Dus het heeft wel tijd nodig. En het kan best wel lang duren. En de vraag is, wat doen we in die tussentijd? Kijk, we hadden net een discussie over de big tech. En wat je net aangaf, dat is iets wat ik en een andere collega ook gevraagd hebben om te doen. Hè? En de staatssecretaris richting Facebook, maar ook andere platformen. De nieuwe technologie is er niet al morgen. Mm-hmm. Dat duurt eventjes. Dus hoe krijgen we dat voor elkaar? Daar moeten we wel echt een pad voor uitstippelen. En dan is de politiek, vind ik, wel aan zet van hoe dan? Ik weet niet of ik straks terugkom. Ik sta op 44. Maar ik vind het wel belangrijk inderdaad dat die digitale, de vaste commissie digitale zaken minimaal terugkomt. Hè, minimaal. Ik vind het gewoon heel belangrijk. En dat we dan wel inderdaad uitstippelen van oké, deze dingen en ook vooral misschien zonder minder toetsen en bellen met allemaal dingen die leuk zijn, maar echt heel gericht daarop, ja, dat doen en dan en dat ook afmaken. Want vaak zijn er wel allerlei dingen die we allemaal vragen en dan wordt dat niet afgemaakt. Dat is ook zo zonde. En soms moeten we ook wel wat meer kijken naar onszelf. Hè. We hadden het net over big tech, maar we gebruiken het toch allemaal zelf ook. Dus zolang het blijft, moeten we wel op blijven drukken dat zeg maar de regels wel gehandhaafd worden die aan wij eisen. Ja, maar op het moment dat er misschien wel meer keuze is, kun je dus ook als het gaat om ethische vraagstukken kiezen voor een platform dat bijvoorbeeld niet al jouw persoonsgegevens verzamelt, of misschien één persoonsgegeven waar je eigenlijk zelf al niet zo'n zin in hebt om dat door te geven. Ja, dat klopt. En die zijn er nu ook. Er zijn ook bepaalde platformen. Hè? Alleen soms, ja, weet je, dan gebruiken bepaalde mensen die je kent, je familieleden, bepaalde technologie. En dan word je soms ook gedwongen. Dus dan moet het misschien meer uitgedragen worden dat het kan. Marieke? Nou, wat ik wil zeggen is, ik herken het dilemma wel. Hè? Van, we komen maar met twee zetels en dan zeg je nee, ik kom niet op X. Nou, dan gaat het hele communicatieteam van de fractie, die zegt nee. Tegelijkertijd, ik ben 34, ik weet niet of iemand hier nog zich Hives kan herinneren. Maar daar zijn we ook allemaal ooit opgegaan en ook weer afgegaan. Dus ik denk ook wel juist, er zit wel echt kracht in de massa. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld zou stoppen met X en genoeg politici doen dat, dan wordt het voor journalisten ook niet meer interessant om te kijken naar wie twittert of wie X't wat. Want de interessante mensen voor het nieuws zijn er vanaf. Dus er zit een soort kip- en een ei-dilemma in dit verhaal. En ik denk eigenlijk wel, zeker als je nu kijkt naar hoe dat met X gaat, maar ook als je kijkt naar hoe verslaafd bijvoorbeeld Instagram is, er is wel echt een momentum nu om het voortouw te nemen en om aan ook zeker overheden te vragen van, laat dan niet je enige communicatiemiddel zijn datgene wat we tegelijkertijd ook afkraken. Dus bijvoorbeeld Meta of, maar ook iets, want daar weten we het ook van. Ja, nou ja, ik denk dat we dan dus kunnen vaststellen dat ik voor journalisten niet interessant ben, want ik ben al een jaar van Twitter af. Ik ben journalist en ik zit er zeker niet op. Nee. En niemand heeft gepiept, maar ik vind ook inderdaad, meer dan twee zetels. Dat is het verschil, ja. Maar ik vind ook inderdaad dat wij als gebruikers van deze technologie ook een verantwoordelijkheid hebben. Als wij met elkaar vaststellen dat een bepaald platform X echt een open riool is wat onze samenleving ondermijnt met desinformatie en haat, om het toch maar even met grote termen heel kort samen te vatten. Waarom houden we elkaar dan vast?
in een soort houtgreep om toch maar op dat platform te blijven, omdat we niks willen missen, omdat we zichtbaar willen blijven. Mm-hmm. Ik ben er van afgegaan. Dat heeft een heleboel haat gescheeld voor alle mensen die mij daar volgden en steeds geconfronteerd werden met de haat die ik op dat platform kreeg. Ik denk dat de samenleving daar beter van wordt als we met elkaar, ook als zeg maar, consumenten van deze technologie, ook de markt sturen. Wellicht dat jullie als politici ons daarin kunnen inspireren door met z'n allen van X af te gaan. Laat dat dan de oproep van de avond zijn. Nee. Maar toch ben ik het daar niet mee eens hoor. Vertel. Nou, ik ga op geen enkele manier wil ik hier die haat goed praten. Die is verschrikkelijk en gelukkig valt die mij niet ten deel. En als die mij wel ten deel valt, dan is iemand gewoon hup uit mijn tijdlijn en dan is het blokkeren, negeren, de hele rumram. Ik heb ook heel vaak juist gezien dat het deuren opende voor mensen en toegang tot de macht gaf voor mensen die het anders niet hadden. Dus eens dat je dat open riool niet wil. Dus daar moeten we met z'n allen over hebben van hoe gaan we daarmee om. En ik heb zelf altijd zoiets van ja, wat ik niet offline zou zeggen, dat ga ik ook niet online zeggen. Soms moet je misschien corrigeren, soms moet je negeren. We moeten het hebben over die algoritmes, waardoor die drek naar boven komt. Misschien moet je dat met like dingen allemaal regelen. Maar het geeft ook toegang aan mensen die het anders niet hadden. Ja. En dat moet je niet vergeten. Nee, en dat is zeker zo. En dat is echt ook voor mensen zo waardevol geweest. Tegelijkertijd kun je je ook afvragen waarom ze niet gewoon kunnen mailen, bijvoorbeeld. Waarom is er wel toegang op het moment dat er via Twitter of via X gecommuniceerd wordt en een e-mail of een brief of wat dan ook, zorgt dat voor minder toegang? Nou, dat ben ik met je eens. En je moet ook al proberen al je mails en al je brieven te beantwoorden, vind ik, als volksvertegenwoordiger. Dat is niet altijd gemakkelijk, kan ik je zeggen. Maar wat ik bedoel is dat dat het ook voor mensen perspectieven geeft die ook positief kunnen zijn, die ze anders niet hadden. Dus dat ze met mensen in contact komen die ze anders niet zouden weten dat ze die zouden kunnen schrijven of zouden kunnen mailen of zouden kunnen afspreken. Maar dat dat ook gebeurt. Dus daarom vind ik vind dat we absoluut hoge moraal moeten hebben en dat ook voor moeten leven en noem allemaal op. Maar ik denk het allemaal verlaten en dan zeggen, nou, zie ons aan de goede kant van de streep staan. Dan moet je ook mee oppassen dat je mensen die dit kansen heeft gegeven en die het nog altijd kansen geeft, dat je die dat ook weer niet daardoor ontneemt. Ja, maar je probeert volgens mij een contrast te maken wat er niet is. Nou, ik wil er heel kort op reageren, want er wordt een contrast gesuggereerd wat er niet is. Want die social media platforms, het idee daarvan is fantastisch. Het heeft precies die werking. Mensen komen met elkaar in contact op manieren die anders niet kunnen. Mm-hmm. Dus ik ben ook helemaal niet van... mijn boodschap is ook niet, jongens, we moeten niet op social media. Mijn boodschap is, als we vaststellen dat we met elkaar in de val gelopen zijn op een platform waar echt niemand beter van wordt, dan moet je toch ook met elkaar kunnen besluiten dat platform te verlaten en op zoek gaan naar een ander platform waar mensen weer een lage drempel hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, helder. Dank jullie wel. Ik wil naar de afsluiting toe en voor jullie allen... Nee, we gaan naar de afsluiting toe. Ik ben een hele strenge moderator, maar dat heeft ook te maken met het feit dat we heel erg aan de tijd zitten en we al over de tijd heen gaan. Ik wil graag van jullie allen weten of jullie mij in één zin kunnen vertellen waarom een kiezer die zich zorgen maakt over digitale rechten op jullie zou moeten stemmen. Ga ik daar beginnen? Oké. Of op je partij, dat mag natuurlijk ook. Ja, technologie, ik weet het al decennia, is niet neutraal. Het maakt heel erg uit welke keuzes je maakt en welke kaders je stelt, hoe technologie uitwerkt voor de samenleving. En ik zet me al decennia en politiek gezien al een paar jaar in om technologie zich zo te laten gedragen dat het onze samenleving dient. Daar gebruik ik mijn ervaring in de ICT voor. Ik ben ook heel trots en ik heb een collega aan deze tafel zitten die misschien net zo trots is. ICT-politicus van het jaar is een mooie titel en een beloning die ook laat zien van ja, je maakt ook als Kamerlid echte impact om IT met meer publieke waarde in onze samenleving in te zetten. En dat hoop ik de komende jaren opnieuw te gaan doen en dat zou voor mensen reden kunnen zijn om op mij te stemmen. Dankjewel, Lisa van Ginneken. Ik ben nooit zo heel erg goed om te vertellen waarom wij beter zijn, maar waarom ik voor Volt verkiesbaar ben, en misschien inspireert het jullie daarmee om op Volt te stemmen, is omdat, je hoorde het net al in mijn bijdrage, als je
echt een deuk in het pakje boter wil slaan, moet je het Europees aanpakken, juist met digitalisering. Het liefst internationaal. Maar als je als Europa dat doet, dan stuur je al veel meer. En ik vind het heel belangrijk dat we dat niet alleen maar achteraf gaan reguleren, maar vooraf gaan normeren. En dat moet samen. En op het moment dat je daar in Nederland mee begint, dan kan je een voortrekkersrol spelen, maar je moet wel echt iedereen meetrekken. En ik denk dat er juist nu een momentum is om dat te doen. We kennen de kansen van digitalisering. We kennen ook de gevaren van digitalisering. Dus volgens mij zitten we nu als samenleving op een punt waarop dat ook echt kan. En we kunnen zowel de kansen als de risico's omarmen en gaan normeren. En daar wil ik, maar wil Volt zich voor in gaan zetten. Dankjewel, Marieke Koekoek. Renske. Ja, ik ben er natuurlijk net uit. Ja. Ja, dus maar ja, de SP... Zeker. Nee hoor, goed. En ik ben SP'er omdat de SP voor radicale democratisering is. En dat betekent eigenlijk dat je alle mogelijke drempels die er zijn om deel te kunnen nemen, ook aan de digitale wereld, dat je die wil slechten. Mm-hmm. Ik denk dat de digitale wereld zouden moeten zien als een publieke nutsvoorziening. Dat is hij totaal niet. Dus je moet heel erg gaan kijken van waar ga je dat dan regelen. Dat mensen er toegang toe hebben. Dat ze, als ze het gebruiken, weten wat ze gebruiken. En dat hun data, hun rechten niet worden misbruikt. En dat doe je door, wat mij betreft, dus te democratiseren. Daarmee maak je het dus simpeler. Zodat iedereen mee kan doen. Zodat mensen het zoveel mogelijk kunnen begrijpen. Zodat mensen toegang hebben en invloed hebben. Mm-hmm. En als je dat belangrijk vindt, dan kan je heel goed op de SP stemmen. Dankjewel. Houden. Ik heb informatica gestudeerd, dat zei ik. Ik heb een IT-bedrijf gehad, maar ik heb ook wel vaak kennis over wat ik net al zei, hè, de ethische vraagstukken, wel of niet. Ik sta nu weer op plek 44 voor de VVD. Naast deze dingen heb ik ook een oorlog meegemaakt. Ik weet ook wat een dictatuur is. En als je niet het recht hebt om te stemmen, ik kan het niet uitleggen aan mensen in Koerdistan van Iran trouwens. Hè. Zeggen, we doen hier een moord voor dat we kunnen stemmen. Ik ben bang dat als we digitalisering niet goed uitkijken met allerlei zaken, dat we ook onze soevereiniteit en ook grondrechten kunnen kwijtraken. Daar wil ik ongelooflijk keihard voor vechten. En toevallig heb ik er ook wat verstand van. Heb ik er ook altijd zin in. En weet ik ook met een groot netwerk dat als er dit soort vraagstukken voorbij komen, welke besluiten moet je nemen? Ik zeg altijd dat je in een vliegtuig zit en één oog en dan kan je sturen. Ja, dan is die oog de verschillende IT-kennissen die je hebt. En dan kan je juist beslissing maken. Die kan ik maken, andere collega's ook. En daarom wil ik blijven doorvechten in de Kamer om juist de beslissing te maken. Want digitalisering is alles geworden, hè, jongens. Ja, dankjewel. Ik zit bij de VVD. Ja, dat was duidelijk. VVD. Je vraag ging over digitale grondrechten. En daar wil ik eigenlijk twee dingen over zeggen. Ten eerste, als nieuw sociaal contract beogen we in elk geval een herziening van, of een herstructurering van een digitale stelsel van de overheid. Er moet echt betere bescherming van burgers zijn als het gaat om hun persoonlijke gegevens. En we hebben net al toegelicht waar dat voor ons in zit. Het tweede deel is massasurveillance. We zijn gelukkig geen surveillance-staat in Nederland, maar er zijn wel een paar ontwikkelingen gaande waar we ons erg zorgen om maken. Lisa van Ginneke die refereerde net al aan. Als het gaat om de CESAM-verordening, als het gaat om client-side scanning, dat elk berichtenverkeer op je mobiele telefoon wat je via WhatsApp of Signal verstuurt, gescand moet worden om te kijken of het geen illegale content is. Dat is echt een disproportionele stap. Een stap in de verkeerde richting. We moeten af van onverschilligheid en we moeten echt nu even de rug recht houden en zeggen, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet in Nederland doen, want dit past helemaal niet in hoe wij omgaan met begrippen als onschuldpresumptie. Dit schendt de grondwet op twee manieren. Persoonlijke levenssfeer en het recht op geheim van telecommunicatie. Dat in combinatie met andere ontwikkelingen die gaande zijn, als je het hebt over de Pegasus en Predator, spyware, de manier waarop AI waarschijnlijk in de komende tijd ook meer data van je kan verzamelen en combineren op manieren dat we nu nog niet voorzien, maakt dat we waakzaam moeten zijn en echt onze rug recht moeten houden en als één blok moeten staan voor onze digitale grondrechten. Dankjewel, Jesse Sikstijkstra. Mag ik jullie alle vijf heel erg bedanken voor jullie komst en voor jullie debat ook. Mag ik een warm applaus? Ik kondigde het al eerder aan. Deze avond bestaat uit twee delen. Zojuist hebben we het debat gehad.
Maar we gaan ook nog naar de ondertekening van het digitale stembusakkoord. Om de politiek te stimuleren om tot oplossingen te komen voor de verschillende maatschappelijke problemen waar we voor staan, hebben Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Public Spaces, Setup en Waag in samenwerking met Impact Festival het initiatief genomen om tot een stembusakkoord te komen. Ik wil de vertegenwoordigers van de 6 organisaties graag naar voren roepen. Dan kunnen zij zo dadelijk het stembusakkoord nog wat verder uitlichten. Sander van der Waal van de Waag. Mag ik een warm applaus? Marco Sluiter van Amnesty International. Jelle van der Ster van Setup. Tim Vos Goedhart van Open State. Evelyn Austin van Bits of Freedom en Geert-Jan Bogaerts van Public Spaces. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Wat een heerlijk volle tafel. Sander, ik begin bij jou. Sorry. Dat is oké. Een stembusakkoord, hartstikke belangrijk, maar misschien ook wel goed om even voor de zaal en voor de mensen die via de livestream meekijken te schetsen wat het nou eigenlijk is. Wat is een stembusakkoord? Ja, goede vraag. Een stembusakkoord is in feite een aantal inhoudelijke standpunten die we verzameld hebben als maatschappelijke organisaties en waarvan wij denken dit is, zou een focus moeten zijn van de politiek in de komende kabinetsperiode. Dus wij roepen de politiek op om deze standpunten te ondersteunen en dat inzet te maken van de verkiezingen en de formatie. Ja. En daar kunnen jullie ze ook echt aan houden als ze eenmaal die handtekening eronder hebben gezet en ze straks in wellicht een kabinet vormen? Nou ja, we hopen dat ze zich hier heel hard voor maken. Ofwel als onderdeel van de formatie, maar ook vanuit de oppositie is dit wel. Dit is de tweede keer dat we het doen. We hebben vorige kabinetsperiode ook een stembusakkoord opgesteld. En we zien dan in de loop van een kabinetsperiode ook dat die punten ook wel steeds terugkomen. Dus we hebben op basis van onze gezamenlijke kennis en expertise en met contact met andere experts en actievoerders hebben we gezegd dit is belangrijk. En we hebben ook een groot aantal politieke partijen bereid gevonden om dit te ondersteunen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, mooi. En Jelle, jij bent van Setup, het platform voor een technologie-kritische samenleving. Ja, dat klopt. Waarom is zo'n stembusakkoord voor jullie belangrijk? Nee, omdat je daar op een soort van als organisatie ook op dat niveau richting kan geven aan waar wij vinden tot de technologie-samenleving heen zou moeten. Dus dat je een soort van goede ideeën kan aandragen van dit zou veranderd moeten worden. Ja, helder. En als je dan zo'n voorbeeld zou kunnen geven, wat... Nou ja, het voorbeeld dat wij erg belangrijk vonden is, waar Renske Leijt ook al naar alludeerde, was de leerlingvolgsystemen, waarvan we dachten van de overheid heeft nu gezegd de smartphone moet de klas uit. Dachten we, kunnen we niet een stapje verder gaan, ook met de leerlingvolgsystemen, zouden we daar niet wat aan moeten doen? Ik had het nog een beetje op zitten zoeken, volgens mij de wet die dit regelt is in 2012 geschreven. Nou, dat was echt een andere tijd. Volgens mij publiceerden toen ook nog gemeentes publiekelijk op hun website als de baby's geboren werden. Nou ja, dat was echt een heel ander idee van privacy leefde er toen als dat we nu hebben. En volgens mij kunnen we gewoon die wet, daar moeten we gewoon eventjes met stofkam doorheen en gewoon wat ethische waarborgen inzetten. Tot het niet alleen maar is van magister, dit mag u allemaal bouwen en verzamel dit maar. Maar gewoon kijken wat we die leerlingen aan willen doen. Ja, helder. Dankjewel. We gaan zo dadelijk naar het eerste ondertekenmoment. Even kijken, wie is hier vandaag voor het eerst? Dat is Maarten van den Heuven van Partij voor de Dieren. Maar voordat het zover is, wilde ik nog heel even vertellen dat DENK het stembusakkoord ook heeft ondertekend en ook onderschrijft. Zij konden helaas niet aanwezig zijn hier vanavond. Maar het is wel goed om te weten dat DENK de handtekening er ook onder zet. Dan nu graag Maarten van den Heuven. Welkom. Ja, bij het stembusakkoord. Ik pak even een dikke stift waarmee getekend kan worden. Hoppa. Daar gaan we eerst mee beginnen. Wat een eer dat ik als eerste mag. Ik geef je even deze. Ja, wat een eer dat ik als eerste mag. Ja, mooi hè? Ik was net in de zaal, ik was te laat. Ik ben mijn verjaardag aan het vieren vandaag. Oh, gefeliciteerd. Ja.
Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven. Dat was niet de bedoeling, nee. Maar ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat we dus als Partij voor de Dieren dit zodanig belangrijk vinden dat ik hier gewoon op mijn verjaardag ben. Ik vind het ook leuk. Mooi. Waar wil je me hebben? Ja, waar wil je hem zetten? Ik zou zeggen hier ergens. Oké. Onderop. Mooi. Ik ben dan natuurlijk wel heel erg benieuwd. Er staan 9 punten in dit stembusakkoord. Ik sta overigens hier achter, zodat de fotograaf nog wat mooie foto's van hem kan nemen. Er staan 9 punten op dat stembusakkoord. Ik ben heel erg benieuwd naar waar jullie je als partij toch misschien wel het meest sterk voor gaan maken. Of wat er zo belangrijk is aan het akkoord. Nou, natuurlijk is het akkoord sowieso fantastisch en ook broodnodig. Maar er is net al gezegd waarom reguleren bijvoorbeeld nodig is. Wat wij als Partij voor de Dieren echt heel belangrijk vinden, is dat je, zoals je in de maatschappij jezelf kan zijn, dat je dat ook gewoon op internet kan zijn. In 2018 hebben wij als Partij voor de Dieren een dikke campagne gevoerd tegen de sleepwet. Helaas werd het referendum aangenomen, maar toch zien we dat al dat soort maatregelen die we niet wilden toch plaatsvinden. Daarom zouden wij het meest willen inzetten op zowel die vrije publieke ruimte als die online privacy. Dat je gewoon online kan zijn wie je wil zijn zonder dat je in de gaten gehouden wordt. Dat je online jezelf kan zijn zonder dat je klein wordt gemaakt. Zonder dat de algoritmes je verdrukken. Zonder al die negatieve dingen, maar dat je juist gebruik kan maken van de online mogelijkheden om contact te zoeken, om jezelf te zijn, om verbinding te leggen en al dat soort dingen. En hoe wordt dat dan vandaag de dag naar jouw idee, hoe is dat dus niet mogelijk? Want ik ga ervan uit dat je dus kennelijk vandaag de dag niet online jezelf kunt zijn. Nou ja, dat kan wel, maar je gegevens worden verkocht zonder dat je het wil. Je wordt in de gaten gehouden zonder dat je het wil. Als bij jou in de buurt iemand online misschien wel door een veiligheidsdienst in de gaten gehouden wil worden, wordt de hele buurt in de gaten gehouden. Maar ook overheden gebruiken algoritmes om mensen te volgen, om mensen in de gaten te houden, te klein te maken, sowieso al zwart te maken. Wantrouwen heersen. Dus wat ooit in internet prettig, open en fijn was, is het nou een heel stuk negatiever geworden. Ja, helder. Dankjewel. Mag ik een warm applaus voor Partij voor de Dieren, Maarten van der Leven. Zo. Dan gaan we naar het volgende ondertekenmoment. En dat is Michel Klein van de ChristenUnie. Zo, ook voor jou eerst een stift. En dan... nu deze. Dankjewel. Ik ben dan ook natuurlijk heel erg benieuwd naar waarom de ChristenUnie tekent. Welke punten zijn voor jullie belangrijk? Ja, nou, ten eerste kwam dit akkoord voor ons ook op een heel goed moment. Want we hebben de afgelopen 1,5 jaar hebben wij gewerkt aan een digitaliseringsvisie. Waarin we eigenlijk over een heel aantal van dit soort punten hebben nagedacht. Ik vond het ook ontzettend leuk om de discussie net te volgen. Maar ook om dit akkoord te lezen. Want een heel aantal dingen die hierin staan, hebben wij ook gezegd, dit zijn hele goede punten. Maar als ik er eentje uit moet kiezen, en dat vraag je mij, dan kies ik toch voor kinderrechten online. Dat is ook iets waar ons Kamerlid Nico Dros zich de afgelopen tijd voor heeft ingezet. Maar je ziet nu gewoon dat de invloed van de sociale media, maar ook de technologie op school, op kinderen, gewoon enorm is. En dat is natuurlijk deels positief. Hè. Ze kunnen allerlei contacten onderhouden. Maar je ziet er ook al die negatieve kanten. De verslaving die eraan vastzit. Aan de beïnvloeding die er is. En daar willen wij echt dat er een halt aan geroepen wordt. Dus wat wij bijvoorbeeld willen is dat er geen profielen meer mogen worden gemaakt van kinderen. En ook geen data meer verhandeld mag worden van kinderen. En dat is denk ik al ontzettend belangrijk. Om daarmee het weer een veilige ruimte voor kinderen te maken. En wij vinden het ook belangrijk dat we die invloed van die grote techbedrijven op scholen terugdringen. Het is natuurlijk eigenlijk ontzettend gek dat Google Classroom, Microsoft gewoon eigenlijk een alleenrecht hebben over hoe zij de IT op school verzorgen. En dat ermee ook allerlei data verzameld wordt waarvan wij niet goed weten wat ermee gebeurt. En daar moeten wij gewoon weer de regie terugpakken. En is dat iets wat vanuit de Kamer straks ook of vanuit de overheid nationaal geregeld kan worden? We hebben het net ook even gehad over Europa versus Nederland. Ja, nou kijk, het begint in de eerste instantie denk ik met gewoon handhaven van de regels die we al hebben. Want we hebben met de AVG hebben we hele goede regels al. Maar je ziet gewoon dat het nog heel moeilijk is om dat te handhaven. Zeker als het gaat om internationale bedrijven. Dus daar moeten we gewoon echt veel strikter op zijn. We zijn er ook voor dat we de autoriteitspersoonsgegevens omvormen tot een digitale waakhond.
die eigenlijk breder dan de invloed kan hebben om te zorgen dat we dit soort rechten met elkaar handhaven. Maar wat we ook zouden willen is dat we meer een maatschappelijke discussie gaan voeren over wat we willen en dat doen aan de hand van een, wat wij noemen dan, sociaal-maatschappelijke impactanalyse. Als er van die hele grote wijzigingen komen, zoals bijvoorbeeld een Instagram dat een My AI introduceert in een app, waarmee meteen honderdduizenden, miljoenen kinderen in Nederland een chatbot in hun telefoon hebben die midden in de nacht ze allerlei dingen kan zeggen waarvan we niet weten waar het op gebaseerd is. Mm-hmm. Ja, dat moet niet zomaar kunnen. En wij willen dat we dan dat soort bedrijven eerst gaan analyseren. Wat zou er nou kunnen gebeuren als we zoiets introduceren, zodat we daarover een maatschappelijk debat kunnen voeren en dan ook zeggen, is dit iets wat we willen of niet? Helder, dankjewel. Michel Klein van de Partij voor de Christine, sorry. Christine. Dan wil ik nu graag Lia Park naar voren roepen. Zij is kandidaat Kamerlid voor Bijeen. Met een hartje. Yes. Dankjewel. Zelfde vraag geldt natuurlijk ook voor jou, voor Bijeen. Welke van deze punten vinden jullie het belangrijkst? Ja, ik heb het gewoon opgeschreven, want ik heb echt gewoon super erg ADD. Dus als je mij zo'n vraag stelt, dan ga ik gewoon niet weten wat ik moet zeggen. Geïmproviseerd in ieder geval. Dus, het volgende. Goedenavond iedereen. Het is een eer om hier vandaag te staan en te spreken over het belang van digitale rechten en technologie in onze samenleving. Mijn naam is Lia Park en ik ben nummer 6 van Bijeen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als mediamaker en resource accessibility advocate heb ik me vaak uitgesproken over hoe digitalisering niet altijd synoniem staat voor toegankelijkheid. Ik heb zelf gezien hoe ouderen worstelen met de snelle digitale veranderingen om de snelle digitale veranderingen bij te benen. Hoe de toename naar digitaal betaalverkeer bijvoorbeeld leidt tot het ongedocumenteerde nergens meer terecht kunnen voor boodschappen of gewoon een kop koffie. De digitalisering van onze samenleving kan leiden tot nog meer ontoegankelijkheid, vooral voor de meest kwetsbare mensen. En dit brengt ons bij een kernpunt van Bijeen. Toegang tot internet is een basisrecht. Toegankelijkheidseisen en de ervaringen van verschillende mensen met beperkingen worden meegenomen. Alternatieve kanalen zoals telefoon, loketten, gewoon brieven, die blijven beschikbaar als daar behoefte aan is. En geloof me, die behoefte is er. We hebben allemaal gezien hoe data, wetenschap en informatie de besluitvorming kan beïnvloeden en tot discriminatie kan leiden. Zoals wat er in Rotterdam is gebeurd, waarbij jonge alleenstaande moeders als fraudeurs werden bestempeld. Data is niet objectief en leidt tot algoritmes die institutionele discriminatie in stand houden. En daarom pleiten wij van Bijeen voor het verbieden van de handel in privéinformatie en voor zo min mogelijk opslaan van privégegevens door zowel de overheid als een X, een Meta, een Facebook, etc. Privacy en veiligheid staan voorop en uw gegevens moeten privé blijven. Discriminerende algoritmes worden verboden en ontmanteld en mensenrechten krijgen prioriteit in de ontwikkeling van technologie. Wij willen geen tweede toeslagenschandaal. En mijn advies vanavond aan u allen is om kritisch te blijven over technologie, digitalisering, informatie, media en data. Wees nieuwsgierig en zoek alternatieve bronnen en blijf vragen stellen. Wij leven in een tijd van ongekende technologische vooruitgang en het is onze verantwoordelijkheid, ja, van ons allemaal, om ervoor te zorgen dat deze vooruitgang ons dient. We zien namelijk vooral in politiek en media hoe data wordt gebruikt om onderdrukking in stand te houden en om te framen. En dat onderzoek na onderzoek wordt gepubliceerd, maar dat verandering echt niet gebeurt. Als laatste, dit stembusakkoord is een belangrijke stap in de richting van een veilige digitale toekomst voor ons allemaal. En waar digitale rechten ook mensenrechten zijn. En wij moeten ervoor zorgen dat alle stemmen gehoord worden. En dat besluitvorming gebaseerd is op inclusieve en eerlijke data. Menselijke data. Niet alleen maar cijfers en hokjes en codes, maar verhalen, mensen en verbinding. Hulp en toegankelijkheid zonder voorwaarden. Zoals wij onze mensenrechten ook voor iedereen zouden moeten waarborgen. Intifada, from the river to the sea, Palestine will be free. Dank u wel. Dank je wel, Lia Park van Bijeen.
Zo, we gaan straks nog naar een tweede deel van het ondertekenen, maar ik wil jullie nog een aantal vragen stellen. Jelle, om even bij jou ook terug te komen. Jullie maken ook kunstprojecten. Ja, dat klopt. Hoe verhouden die zich... Het is hier al vaker genoemd, de technologie is vaak complex. Heel veel mensen, het is technologisch, mensen snappen het niet. En kunst kan juist een hele mooie manier zijn om ook die technologie te verbeelden. Mm-hmm. En ook die ethische implicaties invoelbaar en bespreekbaar te maken. Kun je daar een voorbeeld van geven? Want doe je dat dan? Toevallig zijn we bij een overheidsinstantie, hebben wij het Bureau voor ICT-vermindering zijn wij opgezet. Als het van... tegenhanger tegen de bureau ICT-toetsing, waar je eigenlijk die fundamentele vragen over ICT gesteld wil hebben. Dus wat je ziet is dat er in de overheid wordt gezegd van ja, we kunnen het wel zonder ICT doen, maar ja, dan moeten we weer rooksignalen of moeten we met postduiven gaan werken. Ja. Maar juist mensen te dwingen een stap terug te nemen en van wat willen we hier eigenlijk, waartoe zijn we toe op aarde en kan ICT daartoe dienen? Nou ja, dat was dan het Bureau voor ICT-vermindering wat wij als... Ik zie een soort digitale papierversnipper daarvoor. Ja, nee, maar dat is eigenlijk die provocatieve start-up in residence om ook die vragen gesteld te krijgen. En ook te zorgen dat je dat niet alleen doet met de ICT'ers, want die willen, dat zijn de Bob de Bouwers. Die willen wel systemen bouwen, maar juist een soort van frame kiest. Dat je het met mensen op de vloer, mensen in de samenleving, dat gesprek kan voeren. Nou ja, waartoe dient ICT eigenlijk? Ja, helder, dankjewel. Evelyn, jij bent van Bits of Freedom. En het eerste punt hier van het digitale stembusakkoord is maatschappelijk verantwoorde sociale media. Waarom is dat volgens jou of volgens jullie zo belangrijk? Omdat het de manier is waar, of op dit moment een van de belangrijkste manieren is waarop de macht ter verantwoording geroepen kan worden. Ik ben zelf overigens niet heel erg groot fan van deze term. Van welke term? Maatschappelijk verantwoord. Het ging net in het debat heel lang, of niet heel lang, nog veel te kort over de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire was naar mijn inzien niet zozeer een digitaliseringsprobleem, maar een discriminatieprobleem. We stevenen nu op de derde genocide af in 6 jaar tijd, waar Meta een heel zwaar faciliterende rol bij speelt. En dat is ook weer niet per se een digitaliseringsprobleem, maar een discriminatieprobleem. Dus als we het hebben over maatschappelijk verantwoord, over tech wat gebaseerd is op publieke waarden. Ik vind het prima als het helpt om mensen aan boord te krijgen. Dat is belangrijk. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we die publieke waarden zo snel mogelijk omzetten in concrete code, in concrete rechtsbescherming. Zodat we op een gegeven moment echt met zekerheid kunnen zeggen wat mensen daaraan gaan hebben. Ja, en wat die publieke waarden dan ook zijn. Want dat blijft ook een beetje hangen. Ja. Ja. Marco, het tweede punt gaat over algoritmische besluitvorming door de overheid. We hebben allemaal dus die toeslagenaffaire in ons achterhoofd. Nee, Evelyn, jij zegt net dat het een discriminatieprobleem is. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om zoiets te voorkomen? Is dat dus het tegengaan van discriminatie of kunnen we nog iets anders doen? Hadden we iets anders moeten doen? Nou, ik denk dat ik Evelyn daar wel kan volgen. Het recht op gelijke behandeling is een mensenrecht en discriminatie is verboden. Alleen we zien nog steeds dat de overheid nog steeds afkomstgerelateerde gegevens gebruikt in risicoprofilering. En ja, dat moet stoppen, maar het gebeurt nog steeds. In Rotterdam zie je dat een paar keer genoemd. In maart kwam dat naar boven, ondanks de politie nog. Dus... Ja, wat ons betreft, en dat staat ook in het stembusakkoord, echt een ondubbelzinnig verbod op het gebruik van deze gegevens. Ja. Ja. In Rotterdam ging het om het gebruik van algoritme om fraude bij bijstandontvangers te onderzoeken. Om hen extra te kunnen controleren. Daarbij is niet per se gebruik gemaakt van bijvoorbeeld etniciteit, maar daarbij is wel bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de taalvaardigheid van mensen. En die taalvaardigheid kan dan natuurlijk weer wat zeggen over land van herkomst of... Ja, dat is zo'n afkomstgerelateerde gegevens, afkomstgerelateerde data, ja. Exact,
Ja. Helder, dankjewel. Sander, een andere term die veelvuldig voorbij is gekomen in het akkoord staat is een onafhankelijke publieke ruimte. Wat is dat precies en waarom moet de politiek zich daarvoor inzetten? Een onafhankelijke publieke ruimte. Ja, eigenlijk staan twee vormen van publieke ruimte in het akkoord. Dus we hebben het zowel over de fysieke publieke ruimte, maar we hebben het ook over online publieke ruimtes. Dus het is belangrijk dat in de fysieke publieke ruimte mensen vrij kunnen bewegen, onbespied. Dus dat eigenlijk wat er gewoon zijn in de bescherming van onze rechten en zonder de mogelijkheid om gesurveilleerd te worden met biometrische herkenning, op wat voor vorm dan ook, gaat veel verder natuurlijk dan alleen gezichtsherkenning. Dat vinden we heel belangrijk. Maar we zeggen ook iets over de digitale kant daarvan, want eigenlijk is dat ook al een aantal keer teruggekomen. En het was leuk om dat ook te horen van Maarten en Michel net, dat je ook in online ruimtes de gelegenheid moet hebben om je vrij te kunnen bewegen. Dus eigenlijk al die voorbeelden die de hele tijd al genoemd zijn over Meta, over Instagram, over X, dat zijn allemaal voorbeelden van online ruimtes die niet publiek zijn. En inderdaad, publieke waarden moet gespecificeerd worden, moet in actie worden gebracht, moet concreet worden gemaakt. Is ook niet altijd hetzelfde in elke context. Als je het hebt over de schoolcontext, is het anders dan wanneer je het over een groep hebt die samenwerkt met een vereniging bijvoorbeeld. Maar al die ruimtes zijn allemaal gedomineerd door commerciële waardes. En wat heel belangrijk is, is dat we niet alleen maar reguleren wat we niet willen, maar dat we ook investeren in wat we wel willen. Het kwam naar voren in de vorige discussie vanuit Europa. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik denk dat ook een risico in bestaat dat we Europese big tech bedrijven gaan creëren. Dus een van de dingen die we zeggen is, als je investeert in online ruimtes op basis van publieke waarden, dus die gewoon gegrondvest zijn in mensenrechten, zou ik dan zeggen, dan gaat het erom dat we niet dezelfde fouten begaan als die de big tech bedrijven vanuit Amerika hebben begaan. Dus geen Silicon Valley in die zin, maar een ander type technologiebedrijven die op die andere principes gestoeld zijn. Ja. Dus dat vinden we heel belangrijk, dat daarin geïnvesteerd wordt. En dat betekent ook een ander verdienmodel. Dus dat is best een risico. We zien op dit moment dat er niet... Er wordt vanuit Alexander van Huffelen is er een mooie digitaliseringsagenda met mooie woorden, maar er is een heel klein budget voor. Aan de andere kant wordt er miljarden gestoken in een groeifonds, waarbij economische groei en de dynamiek van start-up en scale-up centraal staat. En dat is gewoon niet wat we moeten hebben als we onze online ruimtes kunnen gronden in mensenrechten. Dus ja. Het gaat om die disbalans die aangepakt zou moeten worden. Ja, helder. En ook wel, dat hoorde ik natuurlijk ook wel bij de politici daarnet terug, het achteraf toetsen wat nu zo lang gebeurd is, dat daar ook verandering in moet komen. En van tevoren eigenlijk al weten, oké, maar wat willen we nou eigenlijk? Ja. En dat dan pas gaan doen en niet Zeker. Eerst doen en dan denken. Dankjewel. Gert-Jan, ook in het stembusakkoord staat, publieke organisaties moeten verplicht open broncode software en open standaarden gebruiken. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, tot nog toe, deze avond gaat heel erg over wat politiek kan doen en moet doen. Het gaat over regulering, het gaat over investeringen en dat is allemaal superbelangrijk. Maar tegelijkertijd is er maar één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat eigenlijk overheid, maar ook publieke organisaties, musea, festivals, culturele instellingen, scholen, uitgebreid over gesproken hebben, die hebben een bedrijf te voeren. En die bedrijfsvoering die dwingt dit soort instellingen vaak om precies eigenlijk tot het soort praktijk over te gaan waar we tegen strijden. Nou, op het moment dat je dat wil voorkomen, dan moet er dus inderdaad geïnvesteerd worden. Maar precies zoals Sander zegt, moet dat ook gebeuren op basis van publieke waarden. Nou, hoe doe je dat? Een van de manieren om dat te garanderen is door eigenlijk dus veel meer een soort van gemeenschappelijke, maatschappelijke inspanning te laten zijn. Er is een begrip als de commons waar je gebruik van zou kunnen maken. En open source en open standaarden die wortelen heel erg in die gemeenschappelijkheid. Dat maakt ook begrippen als transparantie, het inzage kunnen krijgen in bijvoorbeeld algoritmes, maar ook andere typen code die data verwerken en die data opslaan. De controle daarvan door experts, journalisten, kamerleden en publieke organisaties veel gemakkelijker. Dus op het moment dat je inderdaad open code, open standaarden en open source kunt afdwingen, dan heb je een benadering die eigenlijk de top-down van de politiek combineert met veel meer bottom-up, het organiseren dat de maatschappelijke initiatieven ondersteund worden
die, nou ja, die bedrijfsvoering op gang kunnen helpen. En, ja, ik heb het best vaak wanneer ik naar beleidszaken kijk, dat ik het me dan afvraag, maar waarom is dat nog niet zo? Dus, en dat heb ik hierbij ook. Waarom is dit niet al zo? Hebben jullie daar enig idee van? Nou ja, ik denk dat het hele winner-takes-all-principe dat in de digitale wereld eigenlijk sinds halverwege de jaren 90 volgens mij opgang vindt, dat hier wel een hele belangrijke factor in is geweest. Dus op het moment dat jij in de digitale wereld marktleider bent, dan is er eigenlijk voor nummer 2 bijna geen plaats meer. En dan worden die miljarden en miljarden en miljarden gestoken in de doorontwikkeling, in innovatie. Geld kweekt geld. En dat is heel erg moeilijk om daar weer doorheen te komen. En dus is de drempel voor om gebruik te maken van dat type diensten voor overheden, bedrijven, en ook burgers, betrekkelijk laag natuurlijk. Want het is zo makkelijk. Ja. Het scrolt zo lekker weg. Ja. En daar zit ook precies het gevaar in. Ja, helder. Mag ik er misschien iets aan toevoegen? Heerlijk. Dus ik vraag me af of het niet ook dezelfde reden heeft als waarom burgers privacy willen. Informatie is macht. En hoe meer informatie er over mij beschikbaar is, hoe meer macht de overheid over mij heeft. En dat geldt andersom ook. Dus het is ook simpelweg een kwestie van de macht niet uit handen willen geven, je niet controleerbaar laten maken. Maar goed, daar weet jij natuurlijk veel meer van dan ik. Nou, vertel. Tim? Dankjewel. Ja, we hebben de wet open overheid. Die is aangenomen, die is in werking. Alleen de geest van die wet open overheid is gewoon nog niet aangekomen. En wat is de geest van die wet? Open overheid? Nou ja, voor de overheid voelt het als radicale transparantie. Wij hier vinden het allemaal heel normaal. Dat je gewoon vertelt wat je doet. Dat je laat zien wat je doet. En dat lost een heleboel problemen op voorhand. Want als je laat zien wat je doet, dan kijken er een heleboel mensen mee. Gaat het fout, dan wordt er snel ingegrepen. Als je iedereen mee laat kijken, dan ben je ook heel bewust, welke data halen we nou als overheid eigenlijk binnen? Hebben we die wel nodig? Want als wij het vervolgens weer niet meer mogen delen, waarom zouden wij het dan eigenlijk in huis moeten hebben? Die vraagstukken, ja, open tenzij, zeggen wij dan bij de Open State Foundation. We gaan gewoon echt andersom werken. En dat moet, en dan kijk ik even naar de politici hier in de zaal, dat moet wel van bovenaf opgelegd worden. Want het komt niet vanzelf. Het is niet een modus operandi die iedereen heeft. Niet iedereen vindt het fijn om over zijn schouders gekeken te worden als je aan het werk bent. Maar dat is wel het geval als je voor de overheid werkt. Ja, en dit zou dus wat jullie betreft ook iets moeten zijn waar het volgende kabinet echt zaak van moet maken? Ja. Ja, het betekent inderdaad dat je vanaf onze toekomstige minister-president tot elk staatssecretaris bezig moet zijn met hoe kan ik alles wat we hier besluiten zo open mogelijk doen. En niet accepteren dat de ambtenarij dan zegt, ja, maar er zijn 50 shades of no. Je kunt heel veel redenen verzinnen om niet te doen. Maar draai het thuis om. Begin eerst even. Hier moet het wel om doen. Mm-hmm. Laten we kijken of die 50 redenen kunnen ombuigen. Ja, helder. Dankjewel, Tim. Dan gaan we nu naar het tweede tekenmoment. Mag ik wel inderdaad even een heel mooi hartapplaus? Ja. Dan wil ik graag Lisa van Ginneken van D66 naar voren roepen om te tekenen. Die krijg je vast van mij. Dan pak ik nog even snel de microfoon erbij. Yes. Dankjewel. Dan is die weer voor jou. Dankjewel. Lisa, we hebben natuurlijk net ook al uitgebreid gesproken. Het had echt nog wel wat uitgebreider gemogen. Daar niet van. Maar goed. Ik ben wel benieuwd naar welk punt van het digitale stembusakkoord voor jouw partij in ieder geval met stip op 1 staat. Ja, dit is natuurlijk een kill your darlings. Yes. Want toen ik dit voorstel kreeg toegestuurd, toen kon ik gelukkig aan de layout zien dat het niet ons D66 verkiezingsprogramma is. Maar die punten, ja, allemaal ontzettend goede punten. Dus D66 gaat zich op al die punten inzetten. Dus als je me dan dwingt te kiezen, dan hou ik het bij mezelf. Ik heb er net ook al met veel vuur over gesproken. Dan ga ik, dan noem ik nu de maatschappelijk verantwoorde social media. Daar heb ik al veel energie in gestopt en dat zal ik blijven doen. Mm-hmm. Omdat ik vind dat de huidige social media platforms, dat zijn haatverschrijvingen.
versnellers. Hè, die verdelen ons als samenleving niet alleen online, maar ook in de echte wereld, ook in de politiek. En je ziet dat de desinformatie die op social media rondgaat, die tast het vertrouwen aan wat we in elkaar hebben. Vertrouwen in de wetenschap, vertrouwen in de overheid. En die bedrijven nemen daar gewoon geen verantwoordelijkheid voor. Die willen gewoon alleen maar geld verdienen. Dus dat moeten we heel, heel streng aanpakken. Ja. En dat betekent dus ook dat je als gebruikers regie moet hebben over wat dat platform jou voorschotelt. Je moet kunnen bepalen op basis van welke algoritmes dat platform jouw tijdlijn vult. En dat, ik denk dat als dat transparant wordt, dat er weinig gebruikers zullen kiezen voor, nou doe mij dat haatalgoritme maar, want dat is zo leuk. En nou, daarnaast, daar ben ik het echt wel helemaal mee eens, maar ik vraag me dan toch wel af, oké, dan ga je je daar straks in de Kamer bijvoorbeeld hard voor maken, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat kun je dan als Kamerlid of misschien in het kabinet, who knows, wat kun je dan doen? Nou, we hebben net al gezegd dat heel veel van dit soort regulering doe je natuurlijk in Europa. Dat moet ook, omdat je dan met 360 miljoen potentiële gebruikers voor die hele grote groep regels maakt. En dat maakt natuurlijk ook wel indruk bij die grote bedrijven. Dus vanuit de Kamer is het, als het gaat over die regulering, heel erg veel druk zetten op dat Europa tempo maakt, dat er goede regels afgesproken worden en dat Europa ook gaat doorbijten. Mm-hmm. Dus dat is. Dus die druk opvoeren om te zorgen dat het ook daadwerkelijk en daarnaast gaat gebeuren. En daarnaast investeren in alternatieven. Ja. Die publieke waarden respecteren. En dat is ook iets wat je echt in Nederland kunt doen. Dus daar kan ook naast Europees geld, waar ik er straks iets over zei, kan ook Nederlands geld in gaan zitten. Dus goede alternatieve social media platforms die publieke waarden respecteren. Mooi. Dankjewel, Lise. Nog een warm applaus. En dan wil ik graag Renske Leijten naar voren roepen namens de SP. Zo, oh ja, en tekenen natuurlijk. Dan zit ik weer een stap achteruit. Hij raakt vol. Zien jullie dat? Toch wel heel mooi. Ja. Zo. Moeilijk, hè, kiezen? Ja, ik ben heel erg voor die wet open overheid. Het begint daar wel. Ik bedoel, en dus ook met die broncode. Hè. Het begint gewoon bij weten wat er gebeurt, zodat je het kan zien, zodat je het kan controleren, zodat je het kan bijsturen, zodat als er inderdaad een fout wordt gemaakt, je kan ingrijpen voordat het een doofpot of een gigantisch treinongeluk is geworden. En daar worden we allemaal gewoon beter van. Daar wordt ook de politiek beter van. Want nu, daar heb ik me echt enorm over verbaasd en ik zie dat nu ook weer. Nu lijkt het een discussie tussen regering en oppositie of tussen links of rechts om informatie te krijgen. Maar dat hoort de eerste stap te zijn. We gaan pas links of rechts af, of door het midden, wat je wil, met allemaal diezelfde informatie. Dat geldt ook voor de samenleving. Mm-hmm. En ik wil ook gewoon geen overheid die van alles weet en niet deelt. Ik vind gewoon dat we dat niet als land niet moeten hebben. Dus dat zou ik zeggen. Maar het is allemaal superbelangrijk. Het is echt. En ik ben gewoon heel blij dat die digitale zakencommissie er is. En ik roep iedereen op om die te behouden en uit te breiden. Dankjewel. Dan is het nu de beurt aan Marieke Koekoek van Volt. Ah, ik ga je eerst die geven. Ja, hoppa. Super, dankjewel. Ga je er eentje uitkiezen die nog niet genoemd is? En ik was bijna ook blij dat de rest er niet koos. Dan ben je zo lekker origineel. Nee, ministerie van Digitale Zaken. Renske zei het net al heel terecht. Die commissie Digitale Zaken, die moeten blijven. De staatssecretaris, daar wil ik niks afdoen aan de staatssecretaris, maar voor mij is dat een opmaat. Je wil een minister, een ministerie. Waarom? Omdat die doorzettingsmacht heeft. Omdat die andere zaken, de zaken die hier ook staan, makkelijker, sneller kan bereiken. En wat ik nu bijvoorbeeld heel lastig vind, digitale zaken. Het makken van iedere commissie hoor in de Kamer. Maar het heeft een soort beperkt mandaat. Dus wij zitten wel eens te spreken van, ja, past het hier in digitale zaken of moet het eigenlijk naar justitie en veiligheid? En als je niet oplet, dan zit je zaken tussen departementen door te schuiven. En daarom vind ik zo'n minister van Digitale Zaken heel belangrijk. Met portefeuille, met doorzettingsmacht. En ik denk dat dan wel de eerste opdracht van die minister zou moeten zijn
dat je die open broncodes gaat regelen. Dat die publieke ruimte transparant en open is. Toch twee punten. Dankjewel, Marieke. Dan wil ik nu Barbara Katman naar voren roepen. Huidig Kamerlid voor de PvdA en kandidaat voor GroenLinks-PvdA. Welkom. En een stift om te tekenen. Toch, daar beginnen we mee. Even, hè? Eerst even vastleggen. Oh, je mag nog even doen alsof voor de foto. Dankjewel. Zo. Ja, het zijn een hoop punten. Ja. En ze zijn inderdaad allemaal belangrijk. Het is weer zo'n politiek antwoord, hè? Ja. Maar ik denk wel dat het zo is dat eigenlijk iedereen en al mijn collega's ook in de Commissie Digitale Zaken zich voor al deze punten de afgelopen tijd hebben proberen in te zetten. Maar je moet er één kiezen. En ik dacht eigenlijk gelijk toen ik hier naar binnen rende, want iedereen heeft ook natuurlijk wel gezien dat ik hier niet de hele avond ben geweest, maar mijn tante Miep werd 93. En zij is ongelooflijk fit en kwiek. En haar hele leven speelt zich ook bijna online af, omdat ze, nou ja, fit in de brein bedoel ik, omdat ze niet zo mobiel is. Maar ze doet ongelooflijk veel digitaal en eigenlijk is haar hele leven, nou, is zij afhankelijk van grote techbedrijven. En wat net ook gezegd werd, waarom doen we het eigenlijk niet zo? Waarom zijn we daarvan afhankelijk? En we moeten gewoon naar die onafhankelijke digitale publieke ruimtes. Er moet een fonds komen. Ik noem het soms wel eens, maar misschien snappen mensen niet zo goed wat ik daarmee bedoel. Digitale, Nederlands-Europese industriepolitiek. Gewoon bedrijven, kleine bedrijven die onze waarden wel delen, die gewoon voorrang geven om in die publieke ruimtes, op scholen, die digitale samenleving vorm te geven. En ik hoop echt dat we daar hele grote stappen in gaan zetten. Het is keihard nodig. Soms is misschien ook een beetje schunnig om te vertellen, maar het ergste voorbeeld vind ik wel mijn 11-jarige zoon, die denkt dat het internet Google heet en dat een computer dat een Chromebook heet. En dat komt gewoon weg door corona. En doordat zijn hele school gewoon vergoogeld is. En hij vindt het helemaal geen probleem. Ik denk ook dat hij zelf meer vertrouwen heeft in spullen van Google dan van spullen van de overheid. Dat vind ik op aan zich al problematisch. Dus u begrijpt wel dat wij heel veel keukentafelgesprekken voeren. Maar die onafhankelijke digitale publieke ruimtes, ja, ik wil bijna zeggen, daar ga ik echt voor knokken. En hoe gaat dat er dan uitzien? Gaan we dan Microsoft bannen en Google en dan andere bedrijven voorrang geven, zoals je net aangaf? Ja. Hoe? Kijk, het klinkt altijd zo makkelijk, hè? Ben, hop, weg ermee. Maar we weten ondertussen ook wel dat de invloed zo groot is, dat dat niet helemaal kan. Maar wat wel kan, is met elkaar in ieder geval in al die domeinen waar de overheid gewoon een wettelijke taak heeft. Dus dat is ook in het onderwijs, dat is in de zorg. Daar kan je gewoon op sturen, daar kan je een fonds bouwen, want je hebt gewoon overheidsstimulans nodig om het te doen, want er is nu een totaal ongelijk speelveld. En daar wil je gewoon dat onze waarden om te sturen, dat we dat in ieder geval in die domeinen kunnen doen. Mm-hmm. En ook als we kijken naar de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, is het gewoon ongelooflijk belangrijk. Denk aan een heel groot thema als bijvoorbeeld digitale verduurzaming. Ja, dat kunnen we niet aan Google overlaten. Maar als we wel al in Nederland kunnen beginnen in die domeinen waar we als overheid grip op hebben, ja, dat kan eigenlijk alleen maar als we toch zoveel en waar het kan die grote techbedrijven terugduwen. Dankjewel, Barbara Katman. En tot slot wil ik Jesse Sixdijkstra van NSC nog naar voren roepen. Mag ik een applaus? Ik hoef jou geen stift te geven. Klopt. Want jullie ondertekenen het akkoord niet, maar onderschrijven datgene wat erin staat wel. Zou je dat kunnen uitleggen? Dat wil ik, maar eerst moet me wel iets van het hart. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat hierdoor een van de ondertekenaars openlijk een antisemitische leus is geuit. En dat nog door de organisatie, nog door een van de aanwezigen, een opmerking over wordt gemaakt. Dat is omdat het geen antisemitische leus is, omdat er reeds is besloten dat hier in Nederland in ieder geval die leus geuit mag worden. Voorts geldt hier vrijheid van meningsuiting en vind ik het meer dan normaal dat iemand die zich dat heel erg te harte trekt, dat zegt. Daar gelaten zou ik graag door willen gaan met het digitale stembusakkoord. Dan laten we het bij deze. Bij deze. Dan wil ik graag jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie komst hier aan tafel. Ik wil graag voor de Piratenpartij tikken. Komt u naar voren, meneer.
daar mag voor geklapt worden. Ik ben Jaap van Til en ik ben lijstduwer van de Piratenpartij. Zo. En ze hebben mij mandaat gegeven om te tekenen. En dan ben ik heel erg benieuwd naar welk van deze punten u belangrijk vindt of uw partij. Vooral de online privacy en de vrije publieke ruimte. Dus de vrijheid, daar zijn wij voor. We zijn voornamelijk technici en weten hoe dingen werken. En wij vinden ook dat er meer technisch georiënteerde mensen in de Kamer moeten komen. Meer technisch georiënteerde mensen in de Kamer. Mensen die weten hoe dingen werken. Nou, dat is heel makkelijk. We hebben hier een aantal mensen al gehad, gelukkig deze avond, die dat kunnen. Op naar de toekomst, zou ik zeggen. Okay. Hartstikke veel succes met de verkiezingen. Nee. We gaan weer naar een... Wil de VVD tekenen? Nou. Wacht even. Nee, eerst tekenen. Nee. Je tekent op eigen titel. Er is wel iets volgens mij in de communicatie niet helemaal, want ik werd vandaag net geconfronteerd met teken je mee. Dus dat moet ik wel eerlijk bekennen. En ik heb net heel snel alles doorgenomen. Kijk, ik wil dit onderschrijven en tekenen, maar dat betekent niet dat we alles bij het kruisje zo invullen en dat doen. Maar alle punten die hierop staan, vinden wij echt wel goed. Maar dat betekent niet dat als ik dan teken, dat het dan meteen is dat alles dan op het kruisje... Morgen. Morgen geregeld. Nee, maar dus dat wil ik wel even wel erbij vertellen. Want zoals jullie mij net ook hebben gehoord, er zijn een aantal zorgen die hier ook op staan. Dus hier kan je gewoon niet tegen zijn. Dus wil het onderschrijven en daarmee wil het op die manier tekenen. Met de belofte dat niet als dan bij het kruisje dan. Hè, dus daar moet je wel even, dat even als... Mag ik wel in de tussentijd een heel hard applaus, want dit was heel onverwacht. En dan ben ik uiteraard wel benieuwd. Oké, niet alles is morgen geregeld, maar wat wel? Ja, dan is voor mij toch wel het toezicht op algoritmes. En dat gaf ik net ook al aan. Wetend wat het is als je geen rechten hebt. En niet weet hoe je kan verdedigen. En je komt uit de oorlog. En dat je dan een kant uitgaat waarbij je toch wel heel veel narigheid over je heen krijgt, dat we dat toch inzichtelijk moeten hebben en dat we dat iets kunnen terugdoen. Dat vind ik eigenlijk wel een belangrijke. Maar nogmaals, dit is en heel veel dingen zijn heel belangrijk. Daarmee hou ik het even kort. Heel erg bedankt, houder van de VVD. Dan zijn we nu echt aan het einde van deze avond gekomen. Ik wil graag alle initiatiefnemende organisaties heel erg bedanken. Voor het initiatief uiteraard ook. Impact Festival heel erg bedanken. En jullie hier in de zaal en de mensen die thuis via de livestream hebben meegekeken. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Ik wens u een fijne voortzetting. Er is een borrel hierachter. Fijne avond. Ik wil de organisatie en de politici die getekend hebben vragen om nog even hier naartoe te komen voor een foto.